Deze XXL. Biggie, wat is een XXL? Nou, dat heeft geen reclame. En wordt ook nooit verbeterd. Dus nooit weer voortaan de nieuwe link of zo. En daardoor hebben we wat meer tijd om het een en ander door te nemen. Dus ik weet nooit hoe lang die gaat duren. Ik ga ook helemaal niet werken met een soundbite of zo. Kijk, je wil wat weten van de 80-jarige oorlog en de daarmee samenhangende geschiedvervalsing. Of, ja. Ik weet nog een keer, dat is jaren terug. En er was een jonge vent. Ik was toen 45 of zo, 46. Hij was 23 of zo. Hij was een logica-genie. Verschrikkelijk slim. En ik was erachter gekomen dat die aanslagen van 11 september... dat dat helemaal niet deugde. Hij zo van, ja, nee, zo maar zeggen, man. Dan moet je wel met bewijzen komen. En toen zei ik, En ik pakte de website van Richard Gage erbij. Architects and Engineers for 9/11 Truth. Ik zei, nou, kijk hier maar eens even. En dan zei hij, ja, zei hij, maar dat is een website. Ja, dat zegt me ook helemaal niks. Kijk, zo iemand met zo'n houding. Die mensen zeggen aan de ene kant van ja, je moet wel opschieten. Ik moet binnen 10 minuten moet ik wel alles begrepen hebben. En anders hou ik op hoor. En als het dan. Als het dan binnen 10 minuten wat komt, dan zeggen mensen, ja, maar dat was maar 10 minuten. Het was wel een heel kort verhaal, vond ik. Dat is gewoon een website. Ja, dan zit je een paar minuten te kijken op een website. Dan ben je inderdaad binnen 10 minuten klaar, maar dat vind ik dus echt helemaal niks. En aan de andere kant, als het langer duurt dan 10 minuten, dan denk ik, ja, ik heb wel wat beters te doen. Maar op die manier kom je er niet uit. Het maakt niet uit hoor. Alles wat jij in je leven hebt gezien, waarvan je dacht dat het een betekenis had of zo. Alles gaat eraan. Dus, in die zin is kennis helemaal niet belangrijk. Het gaat er toch wel aan. Nee, de 80-jarige oorlog. Jij hebt geleerd op school dat dat een oorlog was tussen ons en de Spaanse koning. Het Spaanse Rijk, werd het ook wel genoemd. En die oorlog die duurde 80 jaar. Het was een oorlog tussen de Republiek der de Lage Landen of de 17 provinciën. Met Spanje. Wat hier de leugen is, is dat Spanje het katholieke bolwerk van Europa was en is. Ik denk dat je kan stellen dat Spanje katholieker is dan Italië. Ook heden ten dagen nog. Dus het was niet zozeer een oorlog tussen ons en Spanje, maar een oorlog tussen ons en de militaire tak van de paus. En de paus heeft zijn militaire tak, in 1540 is daar officieel dan de Jezuïeten aan toegevoegd, de Sociëteit van Jezus, aan toegevoegd. Maar ook na de installatie van de Sociëteit van Jezus, de Jezuïeten, in 1540. Ook daarna bleef de Spaanse Inquisitie onder de Spaanse autoriteit vallen. En Spanje is een heel, heel belangrijk land voor het Vaticaan. Ik weet niet hoe het nu is hoor, maar dat was toen zo. Nou, en je weet ook, in Zuid-Amerika spreken ze of Portugees of ze spreken Spaans. En daar is een ongelooflijk hoeveelheid mensen katholiek geworden.
En dan kun jij zeggen, ja, maar Pierre, ik vind het helemaal niet zo belangrijk wat iemand gelooft. Nou, punt 1, waarom zou je dat niet belangrijk vinden? En punt 2, ik heb het niet zozeer over een katholieke geloof. Ik heb het over het katholieke politieke en militaire systeem. En ja, men heeft liever niet dat wij dat met zoveel woorden weten. Dat de paus, dat is met name een geopolitieke organisatie. Het is letterlijk de invulling van het, wat is het, de openbaring van Jezus Christus, opgeschreven door zijn apostel Johannes. En Johannes, dat was een apostel. En ze hadden genoeg van hem. Christus was al lang dood. Maar ze hadden ruim genoeg van die Johannes. En die Johannes die was toen verbannen. Naar Patmos. Als ik het me goed herinner. Een of ander stom eilandje. Waar ga jij Damas zitten? En daar heeft hij die openbaring van Christus Jezus doorgekregen. Tenminste, zo zegt hij dat. En daarin staat de frappante frase. The woman riding the beast. Nou, en dat is de katholieke kerk. Want de katholieke kerk is een vrouw. Want de kerk is een vrouw. En de katholieke kerk is de baas van de koninkrijken. Ja, en wat zijn de koninkrijken? Ja, kijk, Willem-Alexander heeft niet zoveel macht natuurlijk. Maar je hebt al die andere onderbaasjes, zetbaasjes. Ja, allemaal mensen met poen. Maar dat valt allemaal onder de paus. Je kan, ja, typ de naam in van een wereldleider. En dan doe je spatie en dan doe je P-O-P-E. En dan ga je naar plaatjes, afbeeldingen. Het maakt niet uit welke wereldleider je neemt. Willem-Alexander die staat op de foto met de paus. Obama staat met de foto met de paus. Trump op de foto met de paus. Hillary Clinton op de foto met de paus. Nou, dat weet ik dan niet, maar allemaal met die katholieke hooggedienden. En wij denken dat het maar een... Ja, ze zijn maar katholieken en er is bijna niemand meer katholiek. Nou, op bestuurlijk niveau is iedereen ofwel zelf katholiek of in ruime mate katholiek inclusief. Terwijl je eens moet weten wat die kerk heeft uitgevroten. Nou, die organisatie dan, hè? Door de eeuwen heen. Het is altijd moeilijk achteraf vast te stellen hoe het nou was, maar er is een schatting gemaakt dat het aantal doden door de katholieke kerk, je dat moet schatten op 500 miljoen. In de 2000 jaar, grofweg, dat ze hier in Europa actief zijn. Europa en, ik denk ook wel, Amerika erbij. Maar 500 miljoen... Dan kan je zeggen, ja, er zijn nu 7 miljard mensen. Ja, maar vroeger had je niet zoveel mensen. Er zijn echt periodes geweest dat ze percentages van een hele regio geëlimineerd hebben. In Kroatië, tijdens de Tweede Wereldoorlog, in 1941, 1943, die periode ongeveer, hebben de katholieken daar uit huis gehouden middels de Ustasja. Of Ustasja. Beweging. En Ustasja betekent sta op. En de sta opbeweging die had een vrij eenvoudige boodschap. Dat was namelijk dat iedereen die niet katholiek was, die kreeg de gelegenheid om zich te bekeren. D.
deed je dat niet. Dan werd je gedood, vermoord dus. En deed je het wel, dan werd je soms ook nog vermoord. Omdat ze dan bang waren dat jij zei van ja, ik doe wel even katholiek, alsof ik katholiek ben, maar ja, dat ze toch niet helemaal vertrouwden. En dan werd je alsnog op de brandstapel gezet, of levend begraven, of je darmen eruit gesneden. Terwijl je ondersteboven aan een boom hangt of zo. Ja, er hebben zich de meest verschrikkelijke dingen afgespeeld. En dat was allemaal onder auspiciën van de katholieke kerk. Want die documenten zijn bekend. En de paus wist ervan. En dat was Pius de 12e. En die nabestaanden, die hebben in het begin van de 21e eeuw een zaak aanhangig gemaakt bij het internationale gerechtshof. In Den Haag zit dat toch? Hè? Met de Verenigde Naties en al die dingen. Maar ja, toen kregen ze van het internationale gerechtshof een beleefde brief terug. Van ja, we begrijpen de zaak. En het hele punt is de aangeklaagden. Dat zijn medewerkers van het Vaticaan. Inwoners van het Vaticaan of het Vaticaan zelf. Ja, is het internationale gerechtshof, daar hebben wij geen jurisdictie over. Jurisdictie betekent juridische zeggenschap. Het internationale gerechtshof heeft niets te vertellen over het Vaticaan. Hoppakee. En bij de Verenigde Naties, ja, de laatste keer dat ik het gecontroleerd heb, was het Vaticaan toezichthoudend lid. En het toezichthoudend lidmaatschap, dat is in het leven geroepen, werd gezegd dan, hè, om landen die een beetje huiverig waren om lid te worden van de Verenigde Naties. Van ja, dan worden we straks lid en dan gaat de Verenigde Naties ons vertellen wat we moeten doen. En nou, we weten niet of we dat willen. Ja, hebben ze die twijfelachtige landen hebben ze over de streep gehaald door te zeggen van nou, als je nou eens een tijdje toezichthoudend lid wordt, dan mag je bij al die vergaderingen zijn, dan mag je allemaal de notulen eens zien, en dan mag je ook meelunchen, en je krijgt een hotelkamertje. Nou, en dat hebben landen als Zambia of noem eens wat, Swamiland of zo. Die hebben dat in eerste instantie gedaan. En natuurlijk, na een tijdje krijgen ze dan bezoek. Van ja, nou, je bent nou een jaar lang, heb je een proefabonnement. Maar we dachten zelf van, we zouden het wel heel fijn vinden als je nu echt lid wordt. En je hebt toch alleen maar hele leuke dingen meegemaakt. En kortom, ieder land is uiteindelijk, ja, of ze werden direct normaal lid. En sommige landen werden eerst toezichthoudend of aspirant lid. En uiteindelijk zijn alle landen normaal lid, behalve het Vaticaan. En die is nog steeds toezichthoudend lid. Ja, die is nog steeds even aan het nadenken van ja. Ja, ja, we zijn al een hele tijd erbij of zo, maar ja, om nu echt de Verenigde Naties zeggenschap te geven over ons, het voelt niet zo goed. En dan moet je weten dat het Vaticaan daar bij die actie in Kroatië niet alleen 1 miljoen Kroatiërs over de kling heeft gejakkerd, maar ze hebben ook al die bezittingen geconfiskeerd. Paarden, koeien, schapen, paardenwagens, boerderijen, sieraden, valuta, postzegelverzamelingen, zeg het maar, dure horloges. Alles hebben ze ingepikt. En dat is het Vaticaan. Ze zijn een stelletje moordenaars en dieven. En ze hebben nooit anders gedaan. De commissie Deetman, vernoemd naar Wim Deetman, lid van het Christendemocratisch Appel,
een partij die is opgericht door de door het samengaan van drie partijen. Dat waren, dacht ik, de anti-revolutionaire en de Christelijk Historische Unie en de Katholieke Volkspartij. Dat is het CDA. En die zijn ergens in 2006 of zo een onderzoek gestart naar seksueel misbruik van kinderen. Waarbij ja, het seksueel misbruik door katholieke priesters, medewerkers, kosters en zo. Ja, dat was wel opmerkelijk veel. De commissie Deetman die haastte zich om te zeggen dat het niet alleen katholieke priesters waren, hoor. Ook onder de protestanten zijn er ook nogal wat geweest die aan de kleine jongetjes hebben gezeten. Dus nou niet gelijk gaan zeuren over katholieken. Er is ook geen enkele katholiek of protestante priester veroordeeld. Want ja, verdorie, laat die mensen toch met rust. En die slachtoffers die werden gerubriceerd naar de hoeveelheid schade. Ben je in de bips gepakt en hoe vaak dan? En is er ook in je piemel getrokken en deed het pijn? En moest je ook orale seks verrichten of was dat er niet bij? Nou, en dan ben je geclassificeerd en dan hadden ze 5 categorieën of zo. Categorie 0 was van je moet niet zeuren, dingen gaan wel eens fout. En categorie 1 was, hier heb je €1500 en dan moet je voor de rest je mond houden. En als je echt heel zwaar hing of zo, dan kon je misschien 15.000 krijgen. Maar dat uitgaat. Ja, er waren zoveel slachtoffers en maar zoveel geld hoor. En dan kan jij zeggen, ja maar Piri, dat is toch mooi dat er wat aan gebeurt in de 21ste eeuw. Nou, er is helemaal niks aan gebeurd. Die mensen hebben een schadevergoeding gekregen. Hè? Het is toch een mooi boel dat je de politie belt, dat ik je zeg van nou, er is bij me ingebroken. Dat de politie zegt van nou, dan komen we even langs, bepalen we even de schade. En dan zeggen we, nou ja, die tv is weg, maar volgens mij is het niet zo'n goede tv. Je krijgt gewoon zoveel schadevergoeding. Wat is het bankrekeningnummer? Dan maken we het direct even over. Dat zou je toch wel gek vinden, of niet? Ja, en dan doe je hetzelfde met seksueel kindermisbruik en dan vinden we het normaal. Dus er is helemaal niks aan gebeurd. En toch denken mensen nu, oh ja, commissie Deetman, nou die doet er wat dan. Ja, het punt is, de eerste meldingen van seksueel kindermisbruik binnen de katholieke kerk, die stammen op schrift, juridische documenten, opgesteld in het Latijn, hè? Ja. 1472 of zoiets. Dus kortom, meer dan 500 jaar geleden. Dus al 500 jaar is er sprake van seksueel kindermisbruik binnen de katholieke kerk. En na 500 jaar komt Wim Deetman van zijn luie reet af en gaat die schadevergoedingen uitreiken. En natuurlijk lunchoverleg, dineroverleg. Gewoon even informeel borrelen, zodat je ook het sociale aspect wel klopt. En, voor mij geen champagne. Ik heb liever wat sterkers. Heeft u ook whisky? Nee, ik hoef geen ijs. Doe er maar gelijk 2. Het smaakt wel goed. Doe maar 3. Ja, dan ben ik even klaar. Receptievolk. En iedereen op het hoge niveau, die vindt het wel best. Of ze schijten in hun broek. Uit de 19e eeuw komt een opmerking. En die laatste is, er is in dit land, dat was Amerika, er is in dit land een macht die zo kwaadaardig is en zo machtig dat mensen er slechts fluisterend
over spreken. Nou, niet whispering, maar below their breath. Ja, ik wil niet zeggen, maar het is gaande. En niemand durft het hardop te zeggen. Want iedereen is bang dat die club erachter is gekomen, dat jij erachter bent gekomen, dat die club er is. En dan gaat je kop eraf. Maar Abraham Lincoln, die is president geworden ergens aan het einde van de 19e eeuw. En voordat hij president werd, heeft hij opgetreden als advocaat om een katholieke priester te verdedigen. Charles Chiniki, als ik me goed herinner. En Charles Chiniki was beschuldigd van seksueel kindermisbruik. Maar in dit geval was dat een valse beschuldiging. En Abraham Lincoln, die heeft die getuigenverklaringen bestudeerd en die heeft de rechter duidelijk gemaakt dat die getuigen stuk voor stuk uit hun nek kletsten. En dat het ging om een samenzwering om Charles Chiniki te wippen. Kennelijk had de kerk genoeg van meneer zijn diensten. Ja. En hij kreeg het voor elkaar dat Charles Chiniki werd vrijgesproken van de aanklacht. Dus hij loopt helemaal blij naar buiten. Gaat Chiniki in ene huilen? En Abraham Lincoln die zegt tegen Charles Chiniki: sorry? We hebben gewonnen. Je bent een vrij man. Waarom ga je huilen? En dan zei Charles Chiniki: ja, ik jank niet voor mezelf. Maar ik vrees voor jouw leven. Ik vind het heel erg fijn dat je me vrijgesproken hebt. Maar wat ik nu zie is, jij hebt mij vrijgesproken en daar ga je voor betalen met je leven. En dit vind ik heel moeilijk te verwerken. Hoe blij ik ook ben met mijn vrijspraak, maar het is toch niet leuk dat je vrijgesproken wordt door een advocaat waarvan je weet dat die heeft hem al zoveel maanden en dan is hij dood. En Abraham Lincoln zei van, man, stel je dan niet zo'n man, waar heb je het nou over? Ja, zei hij, zag je niet wie er allemaal aanwezig waren bij de uitspraak van de rechter? Nou, dat was Charles Chiniki niet bijzonder opgevallen. Of Abraham Lincoln. En toen zei Charles Chiniki tegen Abraham Lincoln, ja, nou, er zaten iets van 30 jezuïeten. Ja? Van die organisatie van 1540. Dat is de militaire tak van de katholieke kerk. En die gaan je pakken. Want anders komen ze niet met 30 man. Huh? Dit was een dreigement was dat. En jij dacht van, nou, er zijn gewoon wat mannen in zwarte jurken en die komen ook even kijken of zo. Nee. Als die lui willen weten wat zich afspeelt in een rechtszaak, dan sturen ze er 1 of 2 op af. En dan komen ze echt niet met 30 man, hoor. Ze komen met 30 man om even spierballenkracht te laten zien. En je angst aan te jagen. Nou, dat was in het geval van Charles Chiniki hier dus heel goed gelukt. Want die was heel erg bang geworden daarvan. Van, oh jee, als dat maar fout gaat. Nou, er zijn er inderdaad een aantal aanslagen op hem gepleegd. En is hij altijd op slinkse wijze weten te ontsnappen. Ja, tot die ene keer in dat theater. En toen is hij door zijn kop geschoten door een bezoeker. William Booth. Ja, dat is helemaal uitgezocht. En er zat een samenzwering achter. Van allemaal katholieken. Nou, die hebben ze allemaal weten te arresteren, behalve eentje. Sorret of zo. John of Jean Sorret. S-A-U-R-E-T. Sorret.
En die weet het ontsnappen. En die heeft het onderdak gekregen bij katholieke kloosters. En van het ene klooster naar het andere klooster, naar het volgende klooster. En uiteindelijk hop, op de boot naar het Vaticaan. En daar kreeg hij een baantje. Nou, dan heeft de Verenigde Staten nog gevraagd om zijn uitlevering. En daar had het Vaticaan niet zoveel zin in. Toen heeft Amerika de diplomatieke betrekkingen met het Vaticaan verbroken. Ja, dat wist jij niet, hè? Nee. Nee, dat soort dingen houden ze, dat is de geschiedsvervalsing, die houden ze buiten de geschiedenisboeken. En nogmaals, het heeft niks te maken met een geloof of zo. Natuurlijk hebben die mensen, die katholieken, wel een, noemen ze een ontologie, dus een wezensleer van eigenlijk is het leven zo. Ja, iedereen heeft dat. En dan vind ik de ontologie van de katholieke kerk, weet ik, heel erg vreemd. Echt ontzettend idioot. Maar dat is niet waar het om gaat. De katholieke kerk is een politieke organisatie. Die uit is op macht. En het doel heiligt de middelen. Die mensen doen alles. Ja, neem die genocide in Kroatië. Neem de 80-jarige oorlog tegen Nederland. Doe in 1568, of iets later of zo. Met Willem de Zwijger vermoord. Dacht ik, zo'n beetje. En die dingen, die connectie, dat het Vaticaan, dat is dé wereldpolitiek. Het blijft allemaal naar het Vaticaan. En dat vertellen we helemaal niet aan onze kinderen. Nee, de paus, dat is een lieve meneer en die houdt van sodomieten. En Greta Thunberg. En hij wil het klimaat beschermen. Het liefst zou de paus zien dat wij 10% van onze inkomen... Of dat wij op alles wat wij aanschaffen, als we iets kopen voor 1 euro... dat er dan een dubbeltje naar de klimaatbescherming gaat. En het helpen van de ijsberen. Regelrecht tuig is het. Dat vertelde ook iemand. Dat hoorde ik op de radio in Amerika. Die had dus in de lift gestaan... samen met Bill en Hillary Clinton. Naar de 17e verdieping, want daar was een of ander benefietfeest of zo. Allemaal $5000 lappen en dan komt Bill Clinton een praatje houden. En, het is allemaal voor het goede doel. Hè? Red de ijsberen in China. Zo. Nou, zei die vrouw, dit was zo gek, hè? Die twee... Die stonden tegen elkaar te keer gegaan, jongen. En die gebruikten woorden. No. Hoe noemden ze dat ook alweer? Ja, blasphemic, denk ik. Blasphemic language. Blasfemische taal. Dus godslasterlijk. En dan ruzie dat zo, die jongen. En toen gingen die deuren van de lift open. En toen ging de zon schijnen. En toen waren ze in ene Happy Bill en dubbel Happy Hillary. Hallo allemaal, gaat het ook zo goed met jullie? Ja, ze. Die luiden kunnen erg goed toneel spelen. Ja, dat kunnen ze.
En als je het één keer gaat zien, en wat dat is, het katholicisme, dan herken je ook de katholieken in jouw omgeving. Want wat is een katholiek? Nou, een katholiek, dat is iemand die het niet erg vindt dat iedere wereldleider de handen gaat schudden met de paus. En dat ook Greta Thunberg door de paus ook met egaars wordt ontvangen. Zodat zij daarna CO2-neutraal naar Amerika kan varen. En als jij denkt, van, ja, laat me gaan, laat die man toch lekker met zijn keppeltje lopen. Ja, als hij ze graag de hand wil schudden met Poetin en met Hugo Chavez en Bill Clinton en Obama, dat moet hij weten. Ja. Zijn mijn vrienden niet hoor, die zijn allemaal van de elite. Ja, die elite die zat onder het auspicium van de paus. Kijk, mensen als jij en ik, wij moeten werken voor ons geld. Dan moet je uren draaien. En, nou, wat verdien je dan? 12, 13 euro netto, heb je het gehad. En als je niet zoveel geld wil hebben, nou, dan werk je gewoon lekker wat weinig. En als je wat meer geld nodig hebt, nou, dan moet je wat harder gaan werken. Maar zo werkt het alleen voor ons. Daarboven, als je lekker meedoet, dan krijg jij je benodigde hoeveelheid poen. Het maakt dan helemaal niet uit namelijk. Ze drukken er gewoon geld bij. Dus geld, dat is voor die mensen zo gratis als wat. Dat is één belletje met een drukkerij. En, ja, vijf pallets met de biljetten van 100 euro. En een 15 pallets van... Wat zei je nou? Nee, 5 pallets van 100 euro. Oh, nee, 100 euro. 5 pallets. Gewone euro pallets. Ja, we spreken het nou toch goed af, hè? En dan in pakjes met plastic eromheen. En dan ieder pakje... En dan netjes op elkaar stapelen. En dan 1 euro pallet naar UB. En dat keer 5. Dan maakt die mensen er helemaal niks uit, joh. En als jij, ja, op een of andere manier... Ik zou niet weten tegenwoordig hoe je het voor elkaar kan krijgen. Maar stel, ja, je maakt een klapper. En jij wordt plotseling miljonair met een, ja, veel, 10 miljoen, 20 miljoen of zo. Krijg je bezoek. Als je niet meewerkt, maak ze je af. Tenzij ze je niet als gevaarlijk beschouwen, dan laten ze je gewoon modderen. Maar als jij 10 miljoen hebt, dan gaan ze toch even kijken. Van, ja, hij gaat toch geen gekke dingen doen, hè? Met al die poen. Maar doe je dan lekker mee, sterker nog, dan krijg je nog meer geld. Een vriend van mij, Draka, die zit bij de Bilderberg. Een hele intelligente man. Een hele bijzondere man. Ik mag hem ontzettend graag. Hij heeft 5 kinderen. En de 6e is op komst. Ja, zei hij. Ik dacht... ik maakte maar weer zwanger. Want dan kunnen we lekker seks hebben zonder condoom. Zonder gevolgen. Kon ik lekker elke dag pompen. Zonder risico te lopen. Ze is toch zwanger. Ja, leuke vent. Maar die gaat dan het komende jaar of zo, zei ik tegen mij. Hij heeft een ICT-bedrijf. Ik zal verder niks vertellen of zo. Hij heeft een ICT-bedrijf. En respect hoor. Ik weet wat hij doet. En, nou ja, respect. Als je ook... Het komende jaar gaan we 400.000 euro. Ga ik een plan voor indienen. Nou, lekker naar de bank. Kijk, 4 ton. Kan je er weer even tegenaan. En geloof me hoor, dat krijgt hij nog voor elkaar ook. Ja.
En als hij het niet voor elkaar krijgt, krijgt hij het niet voor elkaar. Maar hij... Ik was bij hem op bezoek een paar jaar terug, hoor. Toen woonde hij in zo'n pittoresk... oliebeebommelachtig. Het was niet zaltbommel of zo. Maar wel zoiets. Echt een heel leuk dorpje met smalle straatjes. Het heet het ook Anton Pieck, zeg maar. En ik, nou, en waar woon je nou? Waar woon je nou? Ja, dan moesten we even naar de Wetering. En de Wetering, dat is een afwatergebeuren. Daar had hij een vrijstaande woning. Met een tuin, jongen. En die Wetering, dat is heel grappig, een soort zo'n uit, een arm of zo gemaakt. En dat was zijn vijver. Dus je loopt bij hem, ja, hij woont er nou niet meer, maar je liep dus zijn woonkamer uit via de openslaande tuindeuren. Huppakee, de tuin in. En dan kon ik lekker aan het watertje zitten en dat was zijn vijver. En in de verte, daar liep de Wetering, of in de verte, op 80 meter afstand of zo. Allemaal leliebladeren en van die waterlelies. Ik denk, nou, hier kan je lekker vissen. En waar hij dat van betaalde? Man. Nou, ik doe het hem niet na. Ook een hele mooie vrouw, ook dat nog. Maar ik wil maar zeggen, hij krijgt zo eventjes 4 ton. Hoor. Maak er geen donder aan. Hij zit bij de Bilderberg. Yo, Piri, weet je dat wel zeker? Ja, ja, waarom zou ik daarover liegen? Kijk, op dat niveau waar al dat geld gedrukt wordt, die mensen denken heel anders over geld. Ik weet ook niet waar ze nou hun levensplezier vandaan moeten halen. Ik vind het eigenlijk wel leuk dat ik op mijn geld moet letten. Omdat je dan echt een blij gevoel hebt als je weer eens ziet dat er bij de Albert Heijn iets in de bonus is. En ik denk, oh. Wat een lekkere schouderkabinaatje, zeg. Extra goedkoop. Tja, en we zouden nog meer over... Oh ja, en die diplomatieke betrekkingen, hè, met het Vaticaan. Die zijn dus verbroken in 1600 huppeltje pup. Nee, 1800 huppeltje pup. En die diplomatieke betrekkingen, die zijn hersteld door Ronald Reagan. Ronald Reagan wordt wel genoemd de eerste katholieke president. En dat is een hele gemene grap. Want John F. Kennedy was ook katholiek. Maar kennelijk niet katholiek genoeg. Ronald Reagan was goed katholiek, ja. En die katholieken lachen om zijn grap. Ze hebben ook eens per jaar hebben ze in Amerika een rode mis. Dus een katholieke mis. Een van de sacramenten is dat, hè. Dat is een rode mis. En daar worden allerlei kopstukken uit de financiële wereld uitgenodigd. En het is wel de bedoeling dat je komt. En dat je gekleed bent volgens protocol. Niet dat je in je spijkerbroek komt en op je gimpen. Ja. Echt waar, hoor. Ieder jaar. Look it up. Red Mass. Ergens in oktober of november of zo. September, zeg maar. En voordat de presidentsverkiezingen zijn in Amerika, dan houden ze eerst het Al Smith diner. En dan komen de beide kandidaten, dus de Republikeinse kandidaat en de Democratische kandidaat, die gaan dan gezellig nog even samen eten. Ja,
dit jaar in verband met die corona... Nee, dit jaar 2020 in verband met de corona... is de Al Smith Dinner niet doorgegaan. Maar anders had je Joe Biden en Donald Trump kunnen zien zitten... ieder aan één kant van kardinaal Huppeltje Pup. Want de Al Smith Dinner is natuurlijk weer een katholiek feest. Zo werken die dingen. En opmerkelijk genoeg heeft niemand het hierover. Dat is ook een alternatieve media. Ja, ik zat laatst bij een van de Nieuwe Wereld of Weltschmerz of Black Box. Of... En dan waren ze dan een pater jezuïet aan het interviewen. Ja, natuurlijk, joh. Maar die pater jezuïet die gaat niet vertellen van die genocide in Kroatië. En van het feit dat de eerste berichten over seksuele kindermishandeling... dat die stammen uit de 15e eeuw. En dat het totale aantal mensen dat door de katholieke kerk vermoord is... dat dat op de 500 miljoen ligt. Ja, daar gaat meneertje pater jezuïet het niet over hebben. Die wil het hebben over positieve dingen. En het licht van onze Heer Christus. Ja... En dat houdt alles bij elkaar in dat de situatie voorlopig helemaal niet gaat veranderen. Want als je de schuld blijft geven, hè, wat veel mensen doen, hè, ja, wat er aan de hand is, hè, is ergens in de jaren 80 hè, is het fout gegaan. Ja, kan je dat duidelijk zien hoor. Toen is er iets veranderd en toen ineens, toen kwam dit en toen kwam dat. Het is de jaren 80 van de vorige eeuw. Dat is helemaal niet waar. Abraham Lincoln is vermoord in 1867. En zo kunnen we nog even door blijven gaan. Wat hebben ze gedaan met Jan Hus in Tsjechië? En met Tyndale in Engeland? En Wycliffe in Engeland? En het antwoord is dat je moet begrijpen. Ja, maar Piri, wat dan? Nou, dat dit probleem al heel lang speelt. Europa is 2000 jaar geleden ongeveer onder de voet gelopen door die Romeinen. En in eerste instantie mochten wij geloven wat we wilden, als we maar belasting betaalden. Protectiegeld was dat. Zij zouden Europa wel verdedigen tegen invallen vanuit het oosten met name. En toen kwam het christendom in opgang. En toen vonden ze het niet meer zo goed dat iedereen maar zelf ging geloven. Nee. Omdat in het christendom de mooie frase staat. Wij strijden tegen overheden. Ja, dat soort oorlogzuchtige haattaal. Die wil je als overheid natuurlijk niet hebben. En toen hebben ze besloten om het christendom over te nemen. Op een hele discutabele manier. En vervolgens werd hun christendom, en dat noemden ze dan katholicisme, dat werd verplicht. De beste manier om te gaan met de oppositie is om er leiding aan te geven. De Tweede Wereldoorlog, hè? Dat was de oorlog van Pius XII.
Adolf Hitler was een goede bekende van hem. En Mussolini ook. En Joseph Stalin ook. En Winston Churchill ook. En Roosevelt ook. En Franco ook. En die paus me lekker lachen. En maar lekker bommen gooien met z'n allen. Maakt niet uit wie er wint als er maar zoveel mogelijk bommen gegooid worden. Wanhoop. Zaaien. Dat is wat de katholieke kerk doet. En dan moet je nou niet gaan jeremiëren. Ja, maar de protestanten dan. Nee, zo werkt logica niet. Want ik ben geen protestant. Ik ben een christen. En ja, ik heb zo goed als geen vlieg kwaad gedaan. Er zijn mensen en die hadden verkeerde verwachtingen van mij. En ja, dan zijn ze teleurgesteld. Misschien dat ze beter van tevoren mij hadden kunnen vertellen wat ze precies van mij verwachten. Dan had ik ze op dat moment kunnen vertellen dat dat er niet in zat. Maar sommige mensen denken van, nou, dan kan je dit ook wel, kan je dat ook wel. En dan gaat er op een dag iets niet door en dan zijn we chagrijnig. Nee, laat maar zitten. Geef mijn portie maar aan Vicky. Ik ben een christen, ik ben geen protestant. En ik heilig de sabbat. En ik eer mijn vader en mijn moeder. Mijn moeder wil niks van mij weten. En ja, nou. De tijd dat ik daar mee bezig was en dat ik dat erg vond. En dit en die moeder van mij. En dit ben je. Maar daar ben ik helemaal niet mee bezig. Ik heb haar vergeven. Ik vind het gek dat ze niks van mij wil weten. Want ik heb helemaal niks. Ja. Maar ja, goed, als het haar mening is. Daar moet ik daar boos over worden. Waarom? Teleurgesteld over zijn? Waarom? Ja, toen ik jong was, toen vond ik mijn rust door me af te zonderen. Ik kan niet zo goed tegen mensen in mijn omgeving die schuif eens even op, ik moet erbij. Ja. Terwijl je met iets bezig bent, dat ze in ene gaan. Ja, trouwens, vanmiddag om 3 uur. En dan moet je even doorgeven. En dan moet je er wel voor zorgen dat je dit en dat en dat. Heb je het allemaal goed begrepen? Terwijl je druk bezig bent. Ik hou er niet zo van. Ik ben liever een beetje op mijn eigen. Ja, dat pikte mijn moeder niet. Als ze in de gaten hoor, dan ging ik dus ging ik vissen. En dan kwam ik helemaal rustig kwam ik terug. En dan had ik ze 2, 3 uur aan de waterkant gezeten. En ik ving echt ja, wel eens wat. Maar dat mocht geen naam hebben. Ik heb nooit echt grote vissen gevangen. Maar wel heel leuk gevist. Uren en uren. En deed ik helemaal niks aan. Nam ik een hengeltje mee met 2 of 3 stukjes. Ik had zo'n hele loeris van een hengel van mijn vader gekregen. Maar je hoeft niet de hele lange hengel mee te nemen. Je zat op kleine visjes te vangen en die zwemmen toch langs de kant. Nou, kleine visjes vangen. Mijn bijnaam was het loze vissertje. Daar was ik heel trots op. Totdat ik erachter kwam wat loos betekent. Ik dacht altijd van dames eens een meisje loos. Zij wil gaan varen. Dus dat loze vissertje. Ik denk nou, dat moet een compliment zijn. Ja.
En dan jaren later hoor ik dan van mijn tante dat het betekent van ja, we zagen je altijd zitten en je vangt helemaal niks. Je zat er echt voor niks te vissen. Een beetje de vissen te voeren, meer niet. Daarom heette jij het loze vissertje. Want er is niks loos of zo. Loos alarm. Ja. Nutteloos kun je ook zeggen. Visser zonder doel. En dan kwam mijn moeder op een dag om af en die zegt, jij mag niet meer vissen. Was gewoon om uit te pakken. En dat had ze in de gaten. En dan zit ze tegen me aan te tetteren of zo. En dan krimp ik zo in elkaar. En dan moet ik horen dat ik heel slecht ben. En dat ik zo moet opschieten. En als mijn moeder iets zegt, dan moet ik het ook doen. En niet. En schiet. En wat is je bril, vies? Ja, dat soort dingen. En dan word je er helemaal zo klein van. Maar ja, en dan ging ik naar buiten. Dan ging ik vissen. En dan kwam ik naar binnen. En dan was ik weer helemaal opgeladen. En dan kon ik naar mijn moeder kijken. En dan kon ik zeggen, dag, moet ik tafel dekken? Ja. En dan ben je helemaal rustig. En dan kan mijn moeder niet tegen. En toen moest het afgelopen zijn. Mocht ik niet meer vissen. Want dat stond in de Bijbel. Het staat helemaal niet in de Bijbel. Maar ja, ik wist ook wel dat als je moeder iets, als mijn moeder iets zegt, dat yeah. Dan kan je het maar beter doen. En nu niet meer hoor. Nu is het ook afgelopen. Mijn moeder vraagt mij niks meer. Dat vind ik wel best. Mijn moeder is katholieke. Echt een katholiek puur sang. Atheïst. Atheïsme is katholicisme. Atheïsme of katholicisme is het universele geloof. Wat het universele geloof, dat moet je zien als de kerk. Waarin iedereen mag geloven. You know. De Pachamama, dat was een hele rel geweest in het Vaticaan. Dat ze daar natuur... gelovers uit het Amazonewoud. En die aanbidden de Pachamama. Het is echt heel smerig. dat hangt aan tegen kannibalisme en zo. Hè? En mensenoffers. En zo. Ah, die mochten ook mee. Ja. Ja. En atheïsten, ja natuurlijk. Graag natuurlijk, ja. Als je maar erkent dat er maar één kerk is. En dan zijn we klaar. Als je die kerk maar erkent. En bovenal dat je geen christen wordt. Dat je je verre houdt van het christendom. Want dat is een staatsgevaarlijk geloof. En ik begin te begrijpen waarom. En op mijn werk, en daar heb ik gewerkt als schoonmaker en daar werk ik nu als kok. En dat is promotie. Hè? Het is wel zo dat ik... ik had vroeger een reiskostenvergoeding en een salaris. En nu heb ik alleen een reiskostenvergoeding. Maar ja, het is leuk werk. Ik ben kok op HK22 van Sisa. Op Des Koningsjacht. Se Koningsjacht. Ik denk dat dat het oude jachtterrein was van Prins Hendrik of zo. Ja, toen kwam die A12 en dan wordt het toch wat minder. Zo. Dus dan gaan we er nou maar iedereen. Hebben ze een heel groot hek eromheen gezet. Mooi ruim terrein al. Een groot hek eromheen. Vroeger was er ook nog een portier, maar die is wegbezuinigd. Misschien niet het beste idee geweest. Maar zelfs een katholieke, die denken niet na.
Ook goed beseffen dat wij hebben dat scheldwoord, dat heet zigeuner. Hè? Maar dat is een scheldwoord. Dat is net zoiets als pygmee of zo. Dat is ook een scheldwoord. Of die mensen... Ja, Eskimo bijvoorbeeld. Dat is ook een scheldwoord. Die mensen heten Inuit. En niet Eskimo. Hoe kom ik er nou op? Oh ja, maar dat via die pygmeeën. Die heten eigenlijk de kleine bosmensen. Maar goed, bij zigeuners, dat is ook een scheldwoord. Daar heb je twee takken. Dat zijn de Sinti's en de Roma's. Een Sinti heeft mij uitgelegd van ja, eigenlijk zijn wij één groot geheel. Maar een aantal van ons zijn katholiek geworden. En dat zijn niet de Sinti's. Nee, dat zijn de Roma's natuurlijk. Je moet het maar willen hoor, dat je wil wonen op een wereld waarbij alle koninkrijken, en nou, noem de AXO en de Teijing en de en Microsoft en IBM, noem dat ook maar koninkrijken. Je moest eens weten hoeveel vermogen een bedrijf als Apple wel niet heeft. Of IBM, hè? Ik zag laatst een foto van het hoofdkantoor van Apple. Ik dacht, nee, dat meen je niet. Ja, dat is op zich al bijna een kleine stad. Hè. Dan zullen ze wel in de rond rijden op van die segways. En andere elektrische treintjes. En dat je wilt dat al die koninkrijken, dat die dan staan onder de kerk. Met aan het hoofd de Heilige Vader. De vertegenwoordiger van de Zoon van God. Dat is de term, hè? Als je... De Heilige Vader. Van George Bush, die jongste, want zijn vader is nou dood. Hè? En zijn opa, Prescott Bush, die was een bankier. Gewoon een slimme duitenschuiver. Een soort, die vind ik alweer, van Bernard. John Bernard of zo. Een handige jongen met poen. En die heeft toen die deal geregeld dat er geld is overgeboekt naar firma's in Duitsland om al die concentratiekampen uit de grond te gaan stampen. Ja, dan moeten even die palen moeten geheid worden, er moet riolering aangelegd, de waterleidingen. We hebben er meer nodig. Hadden ze toen Elektra? Oh, denk het wel. Hè? Maar je moet verwarming hebben. En, nou, sanitair in het algemeen met douches en wastafels. Een zwembad. Ja, niet overal een zwembad. Bijvoorbeeld Treblinka was echt helemaal niks. Treblinka was een verdeelstation. Er waren niet zoveel voorzieningen. Even overstappen. En Prescott Bush die heeft hij heeft dat geld niet op tafel gelegd, maar hij heeft die financiële transactie om het mogelijk te maken dat ze in Duitsland al die concentratiekampen zouden gaan bouwen. Ja, dan moet er poen voor op tafel komen. En dan wordt die hoeveelheid geld ter beschikking gesteld aan, ik dacht, de United American Bank, UAB.
En Prescott Bush, die zat in, de raad van het bestuur. Maar goed, dat is Prescott Bush. En die kleinzoon, die had een interview voor de Amerikaanse reguliere media, tv. En dan vraagt die man als laatste aan George Walker Bush. Van ja, toen u Vladimir Poetin in de ogen keek, wat zag u toen? Of u zei, nou ja, toen u Vladimir Poetin in de ogen keek, wat zag u toen? En toen zei George Walker Bush, zijn ziel. Alleen maar dat, hè? His soul. Ja. Nou, dan de allerlaatste vraag. U heeft ook Johannes Paulus II of zo. Benedictus, huppeltje pupte. Die heb je ook in de ogen gekeken. En wat zag je toen? En toen zei George Walker Bush, God. Okay, thank you, Mr. President. It was a very lovely, nice interview. Be-do-de-boe-doe, watch out for the 10 o'clock news. And now we're gonna switch over to Houston, Texas. Where the Texas Rangers are battling against the White Reds. Dus George Walker Bush, die zag God in de ogen van een of andere door God vergeten paus. Dus George Walker Bush is psychotisch. Maar dat is hij helemaal niet. George Walker Bush is niet psychotisch. Hij is een crimineel. Van de katholieke kerk. Ik heb hier een boek in huis en dat heet Mannen van Eer. Dat heb ik gekregen van mijn zwager. Ooit. Een heel aangenaam cadeau. Ik heb ook van hem gekregen Oblomov. En ook Lolita, dacht ik. Van Nabokov. Nou, die vond ik minder. Dat vond ik niet zo interessant. Maar dat boek... Nee, Genootschap van Eer. Genootschap van Eer. De historie van de Italiaanse... Nee, van de Siciliaanse maffia. Dat is een innige... diepe... samenwerking... met de katholieken. Met de kerk. En er is in de jaren 70 zo'n filmserie geweest. Ja, een filmserie. The Godfather. En ik dacht deel 2 dat je moet hebben. Maar je moet ze alle drie maar even kijken. Wat kost het je? €6 of zo. Nou moet je kunnen doen. Je moet ze denk ik wel 2 of 3 keer kijken. Maar je mag als je €2 betaalt bij Pathé. Dan heb je 48 uur de tijd om het te kijken. Dus dat is te doen. Dan moet je hem in 48 uur tijd moet je hem 3 keer kijken. Nou heb je die gehad. En dan 2 pakken. Goed kijken. Goed kijken. En goed luisteren. Kijk, zo'n film als The Godfather. Daarin is over iedere scène nagedacht. Iedere scène heeft een beeld. Er zit een verhaal achter. Ja. En natuurlijk vertellen ze niet het echte verhaal direct. Maar als je nou goed oplet. Ja, dan zie je ook de connectie tussen de maffia...
in dat beeld van de Godfather een hele geloofwaardige connectie tussen, hoe heette die vent dan ook alweer? Nou ja, de Godfather dus. En het Vaticaan. En ook de schijn, hè? Aan de ene kant ben je een regelrechte crimineel en aan de andere kant zit je netjes zondag in de kerk het Jezuskoekje te eten. En krijg je ook nog een zegen van de priester. Voor je goede intenties. Dus dit is geen fictie of zo. Dit is het verzwegen probleem. Dus we hebben een wereld vol met katholieken. Ja, je hebt nog wat ongelovige mensen die zich helemaal nergens iets van bewust zijn. Ik eet elke dag hier. Dat doe ik wel hoor. Vind ik wel. Ja, voor de rest, ja, ik vind het wel leuk hier in Arnhem. Ik ken een aantal van die mensen hoor, hier in Arnhem. Die zijn best heel aardige mensen en ook echt niet dom of zo. Maar die zijn zo alleen maar bezig met hun eigen leventje. Nou, laat die katholieken me zitten. Die mensen denken dat, ja, zolang er nog een strijd gaande is tussen D66 en de VVD, en dat hebben we altijd nog het CDA, en als het dan echt niet werkt, hebben we altijd GroenLinks nog. Dus ja, theses, antitheses, syntheses, hoor, het gaat hartstikke goed. Het gaat helemaal niet goed. Gedenk de 80-jarige oorlog. Die in de geschiedenisboeken staat als een oorlog met Spanje. Maar we hebben allemaal nooit oorlog gehad met Spanjolen. Wij hebben oorlog gehad met Spanjolen die door die mafketel, of die mafketelorganisatie, die mafketel, mafiozen, zijn die Spanjolen op de boot gezet richting ons, zoals onze jongens in 1948 door precies dezelfde club op de boot zijn gezet naar Indonesië. Ja. En dan staat er ook nog een hele leuke over de 80-jarige oorlog. Staat hij dan. Aanvankelijk trokken de Lage Landen of de 17 provinciën. Denk hou op. Ja. Wat nou? Hebben de Lage Landen nou of de 17 provinciën? Piet, die we altijd Karel noemen. Aanvankelijk. Ja, je zal het zo dadelijk even vertalen, maar nu is de tekst die hier staat. Dit is de geschiedsvervalsing. Ik zit nu over een uur, dus ga er maar even voor zitten, want ik heb nog bier. Snap je? Maar goed, hier staat. Aanvankelijk trokken de Lage Landen of de 17 provinciën gezamenlijk op tegen de Spaanse overheerser. Na 1576 groeiden de noordelijke en zuidelijke Nederlanden uit elkaar, doordat de reformatie in het noorden dieper wortel schoot dan in het zuidelijk deel. De opmars vanuit het zuiden van het leger van de koning, verder Spaanse leger genoemd, leidde in 1585 tot de val van Antwerpen, die de scheiding van Noord en Zuid markeerde. Oh, dat is interessant. Na Antwerpen zette het Spaanse leger door het grote delen van de in 1588 gevormde Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Tot het
Oké, na Antwerpen zette het Spaanse leger door. Net zolang tot het grote delen... Oh ja, daar zit in dus. Je kan ook zeggen... Ik ga zo dadelijk pas vertalen. Door tot het grote delen van de in 1588 gevormde Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in handen had. Rond 1590 keerde het tij ten gunste van de Republiek en kwam het noorden en oosten terug in staatse handen. Staatse. Oké, dat is dan weer iets. Kijk hoor, snap ik dit nou nog? In 1609 werd de wapenstilstand gesloten. Nou ja. Het 12-jarig bestand. Hoewel de oorlog indirect werd voortgezet in Duitsland. Tussen haakjes, 30-jarige oorlog. Na het hervatten speelde de oorlog zich voornamelijk af in het zuiden van de Republiek. Moe gestreden tekenden de strijdende partijen in 1648 de Vrede van Münster. Oké, nu mijn vertaling. Tegen de katholieke overheersing in Europa was al protest aangetekend op meerdere fronten en die mensen werden hard aangepakt. Mensen wisten dat niet, want er was geen internet. Maar toen kwam de boekdrukkunst. En er kwam weer eens een katholieke priester uit de kast. En die zei, ja, maar dit kan helemaal niet. Katholicisme is geen christendom. Want ik ben helemaal niet van een universele kerk. Daar geloof ik niet in. Ik geloof in een lokale kerk. Op basis van eer en fatsoen en respect. En dat werden 10 geboden van Mozes. Inspecteren, respecteren en reflecteren. Maar daar heb je geen kerk voor nodig, snap je? Het hoeft niet van hoger hand of zo. De 10 geboden van Mozes, die staan in Exodus 20. In het Nederlands en in het Engels staat er precies hetzelfde. Dan kan jij nog beginnen van ja, in het Hebreeuws staat er misschien nog iets veel mooiers. Nou, dat zou kunnen. Daar zou je wel eens helemaal gelijk in kunnen hebben. Ook nog een keer. Maar over de inhoud hoeven wij niet te twisten. Nou, en het katholicisme doet dan, de vermarkting van de Bijbel. Wow, mooi boek. Nou, maar dan moet je echt, dat boek, man, dat moet onder de mensen worden gebracht, snap je? Ja, helemaal goed, man. Dat is echt een geweldig boek, weet je. Ja, maar dan, en de Bijbel stond in 3 talen. Dus Hebreeuws, Aramees en Grieks. Ja, maar dat zijn volkstalen. Nou, het is maar de vraag, want de Grieks was toch best wel hip. Maar zij hadden natuurlijk een hippere volkstaal. Namelijk Latijn. Nou, de taalstructuur van Latijn is walgelijk. Het is heel erg slecht. Ik heb een boek gelezen van Umberto Eco. En dat heet In Search of the Perfect Language. De zoektocht, de opzoek naar de perfecte taal.
En daarin ja, komt het Teutoons aan de orde. En dat lijkt denk ik op Nederlands. Qua structuur is mijn vermoeden. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar wat natuurlijk ook aan de orde komt is Hebreeuws. En ook Latijn. En dan gaat hij dan, als hij Umberto Eco, met In de Naam van de Roos en De Slinger van Foucault. En dan gaat hij aan de slag door al die talen ja, te bespreken. En dan gaat hij uiteindelijk een hitparade maken. En dan komt Teutoons als tweede uit de bus. En de taal van de I Ching als eerste. Maar ja, dat is een heel andere taal. Maar die is wel erg mooi. Als je hem begrijpt. Dat is een mystieke taal. En Latijn, dat sabelt hij helemaal af. Umberto Eco, hè? Hij zegt, dat is lelijk. Dat is een lelijke taal. En is het ook. Een soort geheimtaaltje of zo. Als mensen nou eens zo gaan praten. Echt een verzonnen taal, dat is het. Een kunstmatige taal. Dus ze hebben de Bijbel overgezet in een kunstmatige taal. En dan tegen iedereen zeggen. En dan moet je allemaal. Nee. Al die mensen kregen in die kunstmatige taal die geen hond begreep. Ja. Ja, verschrikkelijk. Dus dat was schandalig. Dat is gewoon een schandaal. Gewoon geld gaan verdienen aan geschriften. En dan niet eerlijk van tevoren vertellen van dat je dat gaat doen, hè? Nee, allemaal heel vriendelijk hoor. Maar mogen we even die geschriften van jullie, als erg leuk, maar welke hebben jullie eigenlijk allemaal? En zo hebben ze al die christelijke geschriften, de joods-christelijke geschriften, allemaal verzameld. En dan zo'n mooi verhaal van ja, dan zetten we het allemaal om in het Latijn. En ja, dan gaat iedereen echt, dat wordt geweldig man, want dan gaat iedereen begrijpen wat jullie allemaal zeggen, weet je wel. Want je hebt goede ideeën, jongen. En heb je er nog meer? En wat moet er precies in en zo? Want dat was allemaal handgeschreven. Hè? En je hebt het over de jaren 300. Nou, toen hebben ze die meuk omgezet in het Latijn. En toen gezegd, nou moet iedereen dit gaan geloven, anders gaat je kop eraf. En dan sommige mensen die kregen Latijnse les. Of Latijnles. Les in het Latijn. En die moesten dan in het Latijn gaan wauwelen. Ja, maar die lui die wisten wat er stond. En die zien dan met de inhoud van dat boek, de Bijbel, de bibliotheek. En de Koran is een heel klein bibliotheekje. De Bijbel is een bibliotheek. Want ik weet niet hoeveel boeken. Ja, en dan lezen die mensen lezen dat voor en die snappen dan wat Mozes bedoelde, die snappen wat Christus bedoelde, die snappen wat Daniel bedoelde, die snappen wat Jesaja bedoelde, die snappen wat Paulus bedoelde. En wie hebben we nog meer? Johannes, Marcus, Matthäus, Lucas. En dan zien ze het gedrag van hun organisatie, die zo aardig was om hen te leren wat er in de Bijbel staat. En ze hebben zich het celibaat aangenomen. Een sobere levensstijl. Geven om de armen. En dan zien ze het gedrag van hun organisatie.
En dan komen die mensen in opstand. Op een of andere manier. Nou, en dat is in het geval van Tyndale is dat gebeurd. En Wycliffe en Hus. En nog wel wat meer, denk ik. Maar daar wist niemand wat van. Dat er priesters zijn gearresteerd. Neem het voorbeeld van Jan Hus. Is gewoon gearresteerd. Stomweg. Omdat hij stukken van de Bijbel in het Duits of Tsjechisch zat te vertalen. En tegen die mensen zeiden, nou, dit staat er gewoon. En dat klopt toch? Ja, maar dat was de bedoeling niet. Dat was er aan de hand. Nou, en toen kwam Maarten Luther, de zoveelste. Maar toen was de boekdrukkunst uitgevonden. Movable type, op zijn Engels. En dat je, ja, daarvoor had je, ja, daarvoor werd wel gedrukt hoor. Maar dat was de blokdrukkunst, de sneden ze stempels. Hè? Wij deden dat vroeger ook. Dat was een kinderspelletje, aardappelstempels maken. Dan kreeg je allemaal aardappels en met een aardappelschilmesje en maakte je van die mooie letters. En dan ging je met aardappels ging je stempelen. Dus ja, je kon wel drukken. Maar movable type, dan gaan we het doen. Dat je werkt met loodgegoten letters. Want die slijten niet. Of niet of nauwelijks. En dat was het begin van de reformatie. Ja, en er moest ingegrepen worden, hè? Dus in 1540... Want Maarten Luther, dat was 1517. En dat begon te lopen als een vuurtje vanwege de boekdrukkunst. En het had te maken met het schandaal, natuurlijk. Het schandaal van de aflaat. Dat mensen een ziel in de hemel een plaats konden kopen. Als je poen op tafel legt, dan ga je naar de hemel. Is het nou indulgencies of zo? Een aflaat. Je kon je menselijke zonde afkopen met geld. En dan kreeg je een echte brief van de paus. Ja, dat is natuurlijk heel erg doorzichtige fraude. Dus toen kwam de reformatie. Dat was het. En dan hebben ze 80 jaar gezeik gehad. En toen hebben zij gewonnen. Want met dat 12-jarige bestand zijn ze gaan knokken in Duitsland. Toen zijn ze 30 jaar gaan knokken tegen Duitsland. En Duitsland op de knieën krijgen. En wat je ziet, dat zei ik net. Kijk, de opmars vanuit het zuiden. Ja, ze komen dus uit het zuiden, het zuidoosten. Daar komen ze vandaan. En wij zijn, ik denk het laatste stukje. En daarom worden wij ook volgepompt met al die migranten. 100.000 mensen per jaar, hè? Dat ga je voelen op termijn, hè?
En dat is er aan de hand. De immigrantenpolitiek, Geert Wilders, je moet minder Marokkanen. Nee, helemaal niet. Er is helemaal nergens voor nodig. Het probleem is hier in Nederland dat die migranten, die geven nogal wat druk. Op allerlei fronten. Je krijgt meer afval op straat. Door dat doen die migranten dus. Nee, dat veroorzaakt die migrantenpolitiek. Ja, mensen herkennen hun eigen buurt niet meer. En die mensen die daarnet zijn komen wonen, die kennen de buurt al helemaal niet. En vervolgens ligt er allemaal rotzooi op straat. Daar komt het van. Ik was een keer in Haarlem, jaren terug. Lekker weer en ik liep over straat, was iets aan het doen. Zo. Het was heel stil op straat en dan komt er een jongen aan fietsen. Dat was een kleurling. En dan zo zwabberend fietsen, weet je wel. Ik kan heel goed fietsen, ik kan zo van links naar rechts. Jop, jop, jop. En die was uit een blikje aan het drinken. En had hij dat blikje had hij op, hè? Kon hij ook nog met zijn hoofd omhoog kijken en dan zo'n beetje nog zo fietsen. Oh, ik kan alles, want ik kan fietsen en een blikje leeg drinken. Was dat blikje echt helemaal leeg, hè? En dan hoppa. En lekker door fietsen. Ja, ik kan heel goed fietsen. Ik ben helemaal geïntegreerd. Ja, je gooit wel je blikje gewoon op straat. En dat nemen Nederlandse kinderen dan ook weer over. En die gaan dat ook doen. Ja, dan is het einde zoek, hè? En dat ga je niet oplossen door nu al die buitenlandse mensen de schuld te geven. Nee. Nee, dat ga je oplossen door het op te lossen. Ik kreeg vandaag dus een melding. Ik ben rond de patrouille gelopen. En dan loop ik in de rondte met een klembord. En dat valt op. Ik heb geen uniform aan. We hebben nog geen uniformen. Maar wel elke dag lopen. Vandaag is het zondag. Hè? En dan kom ik daar bij container nummer 355 of zo. Al die containernummers. Die heb ik allemaal opschriften. Huisnummers en de route. We hebben meer dan 50 containers. En dat alleen in sector A. En sector B heeft dat ook nog iets. Sector B is. Er even nadenken over de routes goed te verdelen. Of ze echt allebei even lang zijn. Omdat je net zoveel containers pakt. Dus ik sta bij zo'n container en was echt paanzooi. En ik had echt wel 20, 30 zakken. En uiteindelijk was ik bezig met een vuilniszak om die in een ondergrondse container te stoppen. En toen lag er toch verdorie een tampon. En heel gek, die tampon die was maar aan één kant rood-bruin. En die heb ik ook nog in een container gewipt. En toen kwam ik daar en er was weer zo'n hele bende. En ik dacht, nou, ik ga niet meer met... Ik had niet eens handschoenen. En ik heb helemaal geen pak aan. Man. En dan gaan we er even over praten, hoor. Anyway, ik sta bij die container en een checken van en die wandelroute helemaal uit, de dokteren. Drie weken, pas 2 weken. Het lijkt zo makkelijk, maar
We kregen eerst een lijst met de hotspots. En daar heb je helemaal niks aan. Je moet alles hebben. Natuurlijk. Niet alleen de hotspots. Sterker nog, je moet de containers waar het goed gaat. Daar moet je eens met de buurt gaan praten. Van hoe komt het toch dat het zo netjes is bij jullie? Wat doen jullie nou anders dan die mensen bij container 396? Want daar ligt altijd rotzooi. Maar hier bij 355 is het altijd netjes. Dat je dan nog aanbelt, dan krijgen mensen, weet ik veel, een appeltaart of zo. Anyway, ik sta bij die container. En er staat dus een man. En die zegt in perfect Nederlands. Hè? Ja, wat loop je te doen, man? Maar zo heel agressief. Hè? Ik zeg nou, ik ben buurtconciërge. Ja, ja, dan zijn ze vaak van de gemeente. En dan komen ze hier en dan zat er weer een mannetje. En die kijkt ernaar en er gebeurt helemaal niks. En mijn moeder, die is ziek. En de muizen en ratten, dus die, ja, dat zag ik ook. En dat is ook niet leuk. Hè. Dat is verdorie vlak naast hun voortuin. Zie je? Dat is gewoon niet aardig. Dat moet je niet doen. Ja, er schijnt 's morgens vroeg heerlijk het zonnetje. Ja, het is in de middag ook nog. Ja, dan is het zo'n beetje afgelopen, maar het is een leuk plekje. Het is een leuk voortuintje. Er stond ook een tafeltje, allemaal stoeltjes. En, ja, en zijn moeder had een hoofddoek. En die vent ging tot de keer toch tegen mij, man. Ik zeg, ja, kijk. Dat hele project buurtconciërge, ja. Dat horen wij overal. Het is al 5 keer mislukt. Dus tja. Wat moet je eraan doen, hè? Nou, zei die mannen van handhavingen. Die pakten gewoon die vuilniszakken. Die naast de container stonden. En dan namen ze die vuilniszakken mee. En dan worden die vuilniszakken ergens dan geopend. En dan gaan ze op zoek naar brieven. En andere dingen om te weten waar je woont. En hoe je heet. Gadverdamme. Ik weet niet of dat de oplossing is. Het lijkt mij erg vies werk. En niet heel vruchtbaar. In de zin dat het niet veel baart. Ja, en dat werkte nog niet. En dan was zijn vent helemaal boos. Hij bleef maar boos. En toen zei ik tegen hem op het einde: van, ja, kijk. Niet geschoten is altijd mis. Nou, dat was je het mee eens. Het is wel het ding wat wij hier hebben. Dat die buitenlandse mensen ook niet echt lekker communiceren. Want hij had niet die container daar gewild. Hij had die container ergens anders gewild. Maar iemand anders had gezegd dat hij die container niet daar wilde, maar dat die container hier moest staan. En ja, nou, hij wilde het helemaal niet. En in één keer stond die container daar. En ja. Ja, het is ook een kwestie van overleggen. En dat is moeilijk hoor. Mensen met een beperkt taalgebruik, taalkundige kennis, die komen niet uit hun woorden. En als ze dan niet gehoord worden, wat dan komt omdat ze niet uit hun woorden komen, en dan worden ze niet gehoord, omdat wij ze gewoon stomweg niet begrijpen, dan worden ze niet gehoord en dan worden ze boos. Want dan denken zij dat wij, die buitenlandse mensen, negeren. Oh man, je negert mij. Nee, ik kan je niet verstaan. Of ik begrijp je taal niet. Ik begrijp je insteek niet.
Je kan je ook voorstellen dat zo'n kerel zegt van... ben jij van de controle of zo? Mag ik je wat vragen? Ik heb een opmerking. Een beetje vriendelijk, snap je? Niet gelijk tegen mij gaan lopen blaffen. En dat hij ook nog tegen me zei... Ja, je moet het niet persoonlijk opvatten. En dan denk ik, jongen, waar ben je mee bezig? Hoezo kan ik dit persoonlijk opvatten? Ik ben hier verdorie in dienst op zondag. Maar dat begrijpen die mensen helemaal niet. Die mensen begrijpen niet dat wij als team hebben ingesteld dat er wordt 3 keer per dag per sector patrouille gelopen. 3 keer per dag. Behalve in het weekend. Denk ik. Ja, maar daar kunnen we ook nog over hebben. Maar dat je in het weekend misschien 1 keer loopt of zo. In het weekend wordt elke dag sector A, sector B. Elke dag. Yo, wat gebeurt er ermee? Want iedere ouwe hoort alleen maar. Het kan me wel wezen, jongen. Baby dat je bent. Huilenbalk. Neem je moeder onder je arm en laat haar ergens wonen waar de container niet staat. Ik snap wel dat het moeilijk is, maar of doen we het aan die container? Ik begrijp wel dat het moeilijk is hoor, voor die mensen, maar ze komen niet uit hun woorden. Ze pakken het niet handig aan. Ik weet nog dat ik woonde ik op de Spijkerstraat. En daar stond er tussen mij en de tuin van de buurman. Een muur. Een gemetselde muur. Van reten oude stenen. En dat bleek uiteindelijk een... het was allemaal monumentaal. Maar goed, die muur die was in elkaar gestort. Voor een stukje. Ruim een meter of zo. Allemaal puin op de grond. Nou is dat op zich niet zo verschrikkelijk. Maar ik voelde aan de rest van de muur die nog niet in elkaar was gestort. Er was een of andere storm geweest. Maar die stenen zaten los. Nee, dat is grappig. Nee, maar dat is grappig. Als je een kind hebt... Van 1,5. Nee, maar dan gaan we lachen. En er kwamen ook andere kinderen ook. Hè? Dus niet alleen mijn eigen kind, maar ook andere kinderen in de tuin. Ja, en dan zo'n wankele muur. Ja. Nee, natuurlijk, jochie. Dus ik bel de woningbouwvereniging op en ik zeg... Houston, we have got a problem. Nou, die gozer die had dan even geen tijd of zo. Die was overwerkt. En dat vind ik ook niet erg. Ik vind het helemaal niet erg als iemand overwerkt is. Het is een... arbeid mag vrij, snap je? Dus het maakt mij niet uit. Mijn punt is, die tuinmuur... Hè? Er lopen kleine kinderen door de tuin. En ik kan dat niet de godganse tijd... Ja, of ik moet zelf een hek neer gaan zetten... Van hier mogen geen kinderen. In de tuin mogen de kinderen niet meer of zo. Maar dan wil ik wel van die hekken. Hebben jullie ook hekken? Dan zet ik er wel een hek omheen. Je moet gewoon zo'n gozer aanpakken. Ik heb tegen hem uiteindelijk gezegd van... Jongen, ik snap het al. Je hebt het hartstikke druk. Weet je wat? Ik regel het helemaal zelf. En ik betaal geen huur meer natuurlijk. En wel een advocaat. Maar je hoeft verder niks te doen, ik regel het zelf wel. Ik betaal geen huur meer. Oh nee, maar dat kan niet. Nee, dat kan niet zo zijn dat ik geen huur betaal. Protest, protest. Ik bel je volgende week.
En er werd dus niet gebeld. En toen belde ik me weer eens terug. En toen bleek meneer ziek. Ik denk, ja precies, want je was overwerkt. Arbeid macht frei. Dus die man die zat lekker in de ziektewet. En dan kreeg ik een of andere jongere gozer aan de lijn. Ja meneer, we zouden u nog bellen. Ja nou, ja, ik bel maar even. Wat gaan we eraan doen? Nou, we komen deze week langs voor inspectie. Kan u woensdag of donderdag? Ik doe maar woensdag. Nou, dan komen we even kijken. Dankjewel. Je moet het weten aan te pakken. En mensen die het Nederlands niet beheersen, die... het is echt heel erg. Die mensen zijn gehandicapt. Terwijl Nederlands wordt gezien door de mensen als een moeilijke taal. En dat is helemaal niet waar. Dat is een leugen. Ze hebben een toets gedaan onder mensen die Engelstalig waren opgevoed. En die moesten dan een tweede taal leren. Dus bijvoorbeeld Duits, of Frans, of Zweeds, of Swahili's, of Pakistaans. Bestaat dat ook? Of Farsi, dus Persisch. Ja, je hebt zoveel talen, man. Nou, en welke taal is nou het makkelijkste te leren voor iemand die Engels kent? Ja, Nederlands. Punt. En Engels is de gedoodverfde taal die iedereen moet kennen spreken. Dus, je leert eerst Engels en dan leer je Nederlands. Of je leert gelijk Nederlands. Kies maar. Dus het meest vreemde woord is kies maar in het Nederlands. Want wat is kies maar? Maar kies maar. Kijk, dat zijn rare woorden. Maar, of rare frazen. Kies. Maar. Wat nou maar? Kies maar. Het mag. Ja, komt tot rust allemaal. Dit ging over de 80-jarige oorlog, snap je? Er is echt geen enkele reden tot paniek. Je gaat niet in paniek raken. Oh, maar ik heb nou net gehoord van Perrie. De hele 80-jarige oorlog. Dat was maar een klein fragmentje van de totale onderdrukking van de Greta Thunberg-beweging. CO2-neutraal en grenzen aan de groei. Wij mogen niet groeien. We moeten grenzen zijn aan groei. Want anders gaan we dood. Ja, ja. Rust en pauze, dacht ik. Ik ga helemaal niet dood. En grenzen aan de groei. Nou, ik als programmeur, ik weet daarvan. Je moet niet een, het heet een code base hebben, die helemaal gaat groeien. Ja. Dus Microsoft bijvoorbeeld, die heeft een code base, een code, dat is
computercode, programmacode. En de codebase die laat zich uitdrukken in keylogs. En een keylog is 1024 regelscode. Dat is één keylog. Lines of code. Dat is een eenheid. Heb je een computerprogramma en dan heb je gewoon regel 1, regel 2, regel 3, regel 4. Ja, en hoeveel regels code heb je? Nou, en dat in een kilo, dat is één keylog. Heb je 1024 regels code. Nou, hoeveel pagina's is dat? Op één pagina passen 60 regels. Dus heb je 16 pagina's. Dat is een keylog. Dacht ik toch, ja. Ja, ik kan ook mijn rekenmachine erbij pakken. Wel zo verstandig hoor. Maar je hebt zoveel keylogs. En kijk, een beetje programma dat begint bij 1000 keylogs. Want daaronder is het helemaal niks. Niks. Dat is gewoon niet normaal 1000 keylogs. Dus een programmaatje van een keylog, 1000 regels code, ja, dat is 6 pagina's of zo. Nee, 16 pagina's denk ik. Nou ja, 16. Ja, laten we even samen rekenen. Ja, 16 keer 6 is 100. Nou, met een nulletje erbij. Een 16 pagina's code, dat is een keylog. Maar ah, ja, het is minimaal. De 100, echt, het gaat heel hard, man. En als een programma van die groeispurten, en het gaat maar groeien, en het gaat maar groeien, en het gaat maar groeien, dan gaat het programma kapot. Serieus. Er moeten niet te veel. Er zijn grenzen aan de groei. Dat wil ik maar zeggen. Daar ben ik het helemaal mee eens. Dus ook als je. Dat heb ik ook moeten leren. Ik ben aan het tuinieren in mijn eigen flat. Maar je moet snoeien. Dat zijn grenzen aan de groei. En dan gaat zo'n plant een beetje. Ik ga ook eventjes in. Dan ga ik hier ook een dikke knip. Er zijn grenzen aan de groei. Maar dat doe je niet met mensen. Dat is misdadig. Dat is uitermate slecht. En dat doen die katholieken. Ja, ja. Vrijmetselarij hoort erbij. De Black Lives Matters beweging hoort erbij. Ja, Greta Thunberg natuurlijk. En al die sletjes. En die katholieke sletjes. Met tatoeages. Die horen er ook bij. Ik liep vandaag door de stad en dan zag ik zo'n stel. Onder de tatoeages. How can you voortplantend do that? Ga je straks je baby ook tatoeëren of zo? Is dat een soort Auschwitz-dwang die mensen hebben? Ja, in Auschwitz werd ook iedereen getatoeëerd. En dat wil ik ook. Als ik president word. Dat gebeurt niet hoor, je hoeft helemaal geen zorgen te maken. Als ik president word. Dan zeg ik, ieder kind, ieder geconceptueerde, een ieder ontvangen door de samenkomst van het DNA van een papa en een mama,
Die krijgt een nummer. Dus als een vrouw zegt, er zit iets, ja, volgens mij zit er iets in mijn buik. En daar heb ik, ja, ik heb er geen zin in. Ja, ik had er natuurlijk al moeten denken dat er niet iets in mijn buik zou komen. Maar ja, er zijn dingen fout gegaan, snap je. Ja, maar ik heb er geen zin in. En kan niet weg. En dat er dan gezegd wordt van, joh, kind, natuurlijk. En heeft u het kind al geregistreerd? Is het al bekend? En zo'n vrouw zegt, nee. Oké, gaat u akkoord met registratie? Dat moet namelijk, want anders halen we het niet weg. Dan mag jij geen brein halen. En zoutzuur gaan drinken. Dolle kervel of zo. Maar als wij het voor je moeten wegsnijden, dan gaan we eerst eventjes registratie doen. Dan wil je zelf nog een naam geven of zullen wij dat doen? En dan is de naam van je kind misschien kind van een Marokkaanse slet die werkte in de prostitutie. Ja, er zijn ook Marokkaanse sletten. Je zou het niet willen, maar het is wel zo. Dat we even een goede bevolkingstelling houden. En dat we dat doen hier in Nederland op dezelfde manier als in Zimbabwe. Ja. Dat is in Groenland. Jij denkt bij Zimbabweania gelijk aan Zimbabwe natuurlijk, maar ik heb het over Groenland. En Ohio natuurlijk. En Kilimanjaro Trio natuurlijk. En iedereen registreren. En even kijken wie er verdwijnt. Want er verdwijnen mensen bij bosjes. En die worden vermoord door die katholieken. Die worden gefrog boiled. Dat. Met kikkerbilletjes, hè? Het perfecte recept is dat je een hele grote pan, hè? Die allemaal kikkers in, hè? 150 of zo. Lekker groen voer erbij en zo. En dan laat je die kikkers lekker in de rondte zwemmen, hè? En dan ga je langzaam die kikkers... maak je er een tropisch aquarium van. En die kikkers denken, hele grote kikkers. En dan gaat de temperatuur zo stijgen. En dan gaan die kikkers uiteindelijk denken zo van, oh ja, nou, het is ook best aangenaam. Ja. Ja. Dat is een warm bad. Jo. En dan vlak voordat die kikkers echt op kooktemperatuur komen... Maar dan moet ga je die kikker dus van binnen. Het is een trucje hoor. We gaan daarna nog frituren. Maar dan ga je eerst die kikker koken, snap je? En dan kan je met een schep niet. Die kikker zo. Hup, en die zijn helemaal lammig. En dan chop, 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 chop. Die voelen toch helemaal niks meer. Boop, 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 boop. En dan die billetjes. Hoppakee in de frituur. Lekker jongen. En je kan ook zeggen, ja, ik doe het liever met levende kikkers. Maar ja, dan springen ze nog in de rondte. En dan moet je ze wel zien te pakken te krijgen. Hè? Je kan ze ook gewoon een vijver geven. Die dan op een dag... Dan zeggen we allemaal kwak, kwak. Voor de laatste keer. Want dan gaat de temperatuur omhoog.
En dan worden wij van binnen opgewarmd en dan gaan we in de frituur. Ik ben niet boos, ik ben geen vliegtuig. Zo moet je niet tegen dingen aankijken. Ik heb nog maar één bier. Dat is veel belangrijker. En morgenochtend om 8 uur route lopen. Hey, patrouilleren. Patrouilleren. And I am mad as hell. And I am not going to take it anymore. Morgen een mooi gesprek met een vrouw. Nee, 2 vrouwen. Oh my god. Als je erop gaat letten, hè, met vrouwen. Dus ik zit nou met B.C. Klarendal. Het buurt, concierge, Klarendal. Zitten wij in de molen van Klarendal. Daar zijn wij heel erg dankbaar voor. Punt 1. Want die andere klootzakken, die hebben helemaal niks. Snap je? Die hebben niet eens een fiets. Dus wij zijn erg dankbaar. En daar mogen wij dan, we hebben een sleutel, wij mogen dan naar binnen. Er is een keukentje en er is een bravilor, zo'n horeca koffieding. Ja, dat is ook prima. Een vaatwasmachine, zo. Nou, ik drink geen koffie overdag. Ik gebruik niet zoveel koffie eigenlijk. Het maakt mij ook niet zoveel uit. Een glaasje water vind ik ook lekker. Serieus hoor. Maar dan toch, dat wordt dan ons kantoor. En zijn we daar en met die dame. Dan hadden we allemaal nummers, telefoonnummer en zo. Staat allemaal in en Gmail. Ja, wij zijn kerels, snap je? Dus haar nummer staat netjes in Gmail. Als er een probleem is, kun je ze bellen. En wij hebben de sleutel gekregen. En dan vraag ik aan haar, ja, wat zijn de regels qua koffie drinken? Ja, zei ze, je mag niet aan onze koffie komen. Ja, oké. Okay. Nou, dan zei Erik, die gelijk van, oh, dat maakt niet uit. Dan koop ik wel kanen, zeg gun ik. En toen zei ik, ja, en hoe zit het met melk en suiker? Oh, zei ze, liever ook niet onze melk en suiker gebruiken. En toen vroeg ik aan die gozer, ik drink helemaal geen koffie. Ik zei, moeten we hier ook rekening mee houden? En toen zeiden ze alle 3 zo'n beetje van, nou, nee hoor, melk en suiker hebben we helemaal niet nodig voor de... Dus Erik, die neemt de kanen, en gun ik mij. En ja, dan is het koffiezapen. En Abdul Samde, die zit in de Ramadan. Ja, die doet toch niet aan koffie. Of water. Of naar mooie vrouwen kijken ook niet. Ik doe dat liever ook niet, maar... Want jij moet eigenlijk helemaal nooit naar mooie vrouwen kijken. Ik vind, je moet vrouwen ook geen hand geven. Daar moet je echt mee stoppen. Daar krijg je corona van. Als je vrouwen een hand geeft, dat moet je niet doen, zegt hij. Met vrouwen, 1,5 meter. In de regel is dat voldoende afstand. Dit gaat over de 80-jarige oorlog, snap je? En alles wat erbij hoort. Die katholieken, die hebben dat gebed. En dat heet
Heilige Maria, gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Gezegend zijt u onder de vrouwen. En nou kan je ophouden. Er is één vrouw en die deugt. En haar letters zijn Mem Resh. Wij hebben, dat is Hebreeuws, hè? Mem, dat is onze M. En Resh, dat is onze R. Mem Resh. Maria. Mista. Ja, als ze dat vandaan gehaald hebben. Maar daar gaat het om. Hè? Die mensen van de katholieke kerk, die club dus, sommigen weten er denk ik wel van. Anderen weten een klein beetje. Maar het komt er allemaal op neer dat er is geen onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd. De taak van de mens is om de naam van de Vader te heiligen. Niet aanspreken, alsjeblieft. Geen klap voor je bek. Ja, dat is de beweging van de christenen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook hier op aarde. Je hebt er één pot nat. En daar kunnen we over discussiëren. Ja, in de King James staat het andersom. Dus op aarde, alzo ook in de hemel. Ja, dat maakt niet uit. Ja. Wil je patat met mayonaise of wil je mayonaise met patat? Ja, zeg het maar. Het ziet er hetzelfde uit, hoor. Wil je mayonaise met patat en uitjes? Of wil je uitjes, mayonaise en patat? Ja, ik kan er wel 3000 jaar doorgaan. Want mijn Mohammedaanse naam is Netji. Nee, mijn Arabische naam is Netji. Ja, niemand kent Arabisch. Maar ik ben Netji. En ik ga naar Casablanca. Zoals mijn heer heeft gezegd. Hij die denkt aan overspel, heeft het al gedaan. Kortom, ik ben al naar Casablanca gegaan. Jij denkt dat ik nog in Arnhem zit, maar ik zit er al. Ja, ik behoor tot dat soort der mensen die prima in staat is om zijn eigen reet te neuken. Hetgeen een bevrijdend gevoel geeft. Hey, de 80-jarige oorlog, het is heel simpel. Je hebt huis, herderstaf. Een herderstaf, die ken jij van de staf van Sinterklaas. Dat is een symbool. Iemand heeft de staf. Ja, dat symbool dat komt van de herders. Dus een herder heeft een aantal schapen en hij heeft een staf. Nou, die staf die kan je gebruiken om, het is best lekker, Nordic walking. Hè? Lekker met een staf lopen. Het is ook helemaal niet erg. Hè? En het is een slagwapen. Everybody is kung fu fighting. Herderstaf. Herderstaf is een symbool in het Hebreeuws. Dat heet de lamed. En huis
is in het Hebreeuws een symbool. En wij noemen, dat heet bed. En jij denkt, ja, een bed, dat moet te liggen. Nee. Een bed. Een huis. En dan heb je dus huis. Herderstaf. Bed. Lamed. Dus je hebt het huis van de herderstaf. En daarvan het huis. Het huis van de huizen der herderstaven. Een heilige drie-eenheid. Aan de onderkant houden ze iedereen onder controle. En het allemaal verenigd. En aan de bovenin zit een huis. Van het huis. Van de herderstaven. Dat is Bet Lamed. Babel. Ja, voor hij die oren. Hè. Oren heeft die horen. Ja. Heb je horen om te oren? Of heb je oren om te horen? Heb je een gehoorapparaat nodig? Of een gehoorapparaat nodig? En wat is het verschil? Maar Pim Fortuyn is doodgeschoten, dat is duidelijk. Dat is geen conspiratie. Nee, die is echt doodgeschoten. En dat was een conspiratie. En Pim Fortuyn is gepakt. En AAM of AAAAM of zo. Van achter. Die jezuïet. Die heeft hem laten pakken. Ja, die wist ervan. Ze moesten van Pim Fortuyn af. Vieze vuile homo. Ik heb van mijn getuige Lamed. Heb ik het boek gekregen. Moord namens de kroon. Dat is walgelijk, dat boek. Zum kotsen. Pim Fortuyn, die was op een vergadering en die zat dan wel zijn best te doen. En die zegt van nou, weet je wat jullie doen? Ik kom zo dadelijk terug. En dan ging hij naar de G-bar. Een beetje G zijn. Even een beetje G. Ja, ik ben aan het vergaderen in de Tweede Kamer of zo. Even afblazen. Who wants to blow my dick? Ja, dat ging hij gewoon doen. Hè. Gewoon seks hebben tijdens het werk. Mallout. Ik kan het niet doen, man. Ja, dit gaat over de 80-jarige oorlog en we zitten nu op 2 uur. Hè? Maar hoe kan het nou doen? Je kan ook zeggen, ik ga even thee zetten, want ik wil niet meer horen van Pim Fortuyn, want het ging toch over de 80-jarige oorlog. Ja, ik zeg je, word een beetje wakker. Alles wat je om je heen ziet, dat gaat eraan. Alle overtuigingen gaan eraan. Er is in deze wereld iets heel anders aan de hand dan dat wij denken. De wereld is een voorstelling van een wil. Dat is er aan de hand.
En iedereen kan je rug op. Want op mijn werk, ik denk dat de wasvrouw, dat is anonieme, maar de wasvrouw van HK22, ik denk dat zij satanist is. Praktiserende. Want als zij deelneemt aan zwarte missen. Zij doet mij te gek, hè? Hele onaardige vrouw. Zo'n vrouw die... ik zie dat. En zij weet dat ik dat zie. En dan was ik daar afgelopen vrijdag voor de tweede keer popcorn aan het bakken. En de eerste keer, dan heeft zij dus geen dienst. En deze keer moest ze ergens anders wat doen. Ik had er daar goed, maar ze kwam in ene toch binnen. En dan zag ze dus die popcorn staan. En ze komt op mij af en ze zegt: zullen wij begrijpen dat wij dit niet meer doen? En ik zei tegen haar, ja, is er iets of zo? Ja, ze, je zit die mensen te vergiftigen met popcorn. Want die zijn allemaal op dieet. Die mogen geen popcorn. Ja, ja. Ja, die is bang voor mij. En toen zei ik tegen haar: oké, ja, dat wist ik niet. Wel, die popcorn had ik zelf gekocht bij de Albert Heijn, want het werd niet ingekocht. Ik ben daar vrijwilligerskok en ik mag dan het menu samenstellen. En dan geef je, doe me dit, doe me dat, doe me zus. En mag ik een beetje magnetron popcorn erbij. En cola, maar cola is er zat. Maar ja, daar gaat het niet om, maar die popcorn is lekker. Dat is best lekker, man. Een magnetron popcorn. Gaat er weg. Idioot. Vroeger heb ik popcorn staan dat poppen in frituurolie. Heb mijn vader mij wel geleerd. Dat is ook heel erg lekker. Dan heb je gelijk van die lekkere vette. Maar je kan ook magnetroneren. En dan gesmolten boter eroverheen. En een kwakje zout. Ja, ja. En ik zie haar optreden. Ja, ik heb toneel gespeeld. Ik heb Shakespeare gedaan. Nee, niet Shakespeare. Ik heb wel andere dingen gedaan. Maar echt. Ja, ik heb toneel gespeeld. En ik weet hoe dat wordt. Dus er komt er iemand binnen en die gaat toneel spelen. En die gaat tegen mij zeggen: ja, die popcorn, dat kan dus niet. Hè? Want er zijn die mensen op dieet. En ja, ik kom het nu maar weer vertellen. Dat soort dingen zegt ze ook. Hè? Dat kom ik je nu weer vertellen. Dat jij een beetje moet oppassen. Ik zei: oeh, ik wist niet van de... Ik wist het niet. Ja, zei ze, dat is dan een andere ding dat jij niet wist, hè. Dat gaan we uitzoeken. Maar dat je wel rekening houdt, hè, dat de mensen hier op dieet zijn en dan een popcorn. En dat is laatst iemand die is 2 kilo afgevallen, man. En dan zeg ik er, oké. Nou. Dus dan is de afspraak geen popcorn. En ik ken ook mijn lichaamstaal. Dus dan ga ik met mijn rechterarm, maak ik een beweging van links naar rechts. Hè? Zo'n cut move, zeg maar. Hè? Dus gewoon geen popcorn meer. En dan mijn vinger omhoog. Heb ik het goed begrepen? En dan opnieuw, hè? Geen popcorn meer. En dan heb ik het goed begrepen. En dan met je vinger omhoog. Heb ik het goed? Oh, nee, vinger naar jezelf. Ik heb geen... En dan ga ik weer met mijn rechterhand. Net zo lang dat zij snapt dat ze helemaal geen punt heeft. Dus zij zegt tegen mij geen popcorn meer. En ik zeg gelijk, nou, geen popcorn meer. Klaar. Ja.
You have got to fight for your right. Nee, you have got a right to fight for your party. En ik wil geen feestje bederven. Dus als ik met popcorn feestjes ga bederven, is popcorn en dan ga ik dan weer hè, afgelopen. En dan ga ik haar mind controlen. Ja. En ik had het hele aanrecht. Er stond allemaal vol met bakjes. En dat was maar gewoon spaghetti. Hè? Maar dan wel een bakje kaas. Hè? Dat is lekker om eroverheen te doen. Hè? Een bak met zoetzure komkommer. Een dun spierballenwerk. En tomaten met suiker. Dat is heel simpel. Dat is gewoon tomaat met suiker. Dat is alles. Hartstikke lekker, man. Een tomaat met suiker en een beetje in de zonneschijn. Dat lekker in de warme tomaatjes. Zon gedroogd. Ik kan helemaal niet drogen, maar zonbeschenen tomaatjes met suiker. Die spaghetti saus, die had ik ook al helemaal klaar. Ze hadden van mij van die mixies gekocht. Maar daar heb ik helemaal geen zin in. Slaat helemaal nergens op. Maar dat was tomatenpuree. En verse tomaten. Dus verse tomaten en tomatenpuree, uien, knoflook en oregano. En dat mag wel even genoeg zijn voor de tomatenmeuk, dacht ik. Dan zo lang mogelijk. Pruttel. Even roeren zo. Pruttel. Een beetje stampen. En hier gaan die verse tomaten nou helemaal kapot zijn. En die oregano er goed ingegooid, man. En toen ging ze met de neus boven al die dingen. Maar wat is dit? Maar wat is dit dan? En dan ook ik had dat runder gehakt. Dat was 2 kilo. En die heb ik geruld. Het rullen, noem je dat. Dan ga je tabak zeg maar. Ga je gehakt. En dan worden ze grijzer of zo in de boter. En olijfolie braad of zo. Ja, had ik voor gekozen. En dan een enorme kwak van die zoete paprika of milde paprika. Met een veulen. Dat gaat ook zo ruiken. Wat zit in? Ik zag haar veranderen. Ik zag haar ogen opengaan. En ze keek heel blij. Ja. Ja, dat was weer een mooie samenkomst. En ik denk te weten dat zij onder controle staat. Misschien wel zonder dat zij het weet. Maar zij wordt aangestuurd. Zij krijgt cadeautjes. Want zo werken die na. Osho, dit gaat over de 80-jarige oorlog, hè? Je moet zien dat het niet gaat om iets van toen of iets van nu. Het gaat om iets van altijd. Osho. Bachman, Schreinesh, Reinesh. Zo heette die toen. Hij is waarschijnlijk geboren Schreinesh, Reinesh. En toen Bachman, dat betekent kind van God. Zoon van God. En daarna heeft hij zichzelf hernoemd tot Osho. En dat is Japans voor leraar. En wat ze gingen doen.
is dat ze hem cadeaus gingen geven. En die sukkel. Die is in die cadeaus gaan zitten. Oh, best een leuk cadeau. Ja, is wel, ja. Ja, het is een cadeau. En dan laat hij ook nog een foto maken dat hij plaatsneemt in het cadeau. En dat was een Rolls Royce. En dan niet één Rolls Royce, nee, 13 of zo. En dan komt meneer in de krant te staan. Of van, ja, dat is Osho en zo. Maar hij heeft wel 13 Rolls Royces. En daar gaat hij dan. Zo werken die lui van huis Lamet. Herderstaf. Dat is mijn Freudiaanse verspreking. Ha-ha-ha-ha. Oh, of zo. Het is huis Herderstaf. Ha-ha-ha. Het zijn de heren van de hel. De dienaren van Satan. En hij zegt, ja, maar Piri, waar heb je dat vandaan dan? Ja, dat komt uit de Bijbel. En dan kan jij zeggen, ja, maar de Bijbel is hartstikke oud. Moet het niet vernieuwd worden? Nee, natuurlijk niet. Ik zat met mijn dochter in de auto, dat was met Draka. En Draka, die had mij in paniek gebeld. Van, ellende, toestelt. Het is een kerstfeest met mijn moeder en jij moet komen. En ik zat in mijn drinkperiode. Nou, ik drink nog steeds. Ik heb ook een tijdje gevast. Maar dat was voor mijn vaste periode. En dan praat je toch over 3 liter sterke drank per dag. Of nee, sterke bier per dag. Maar eigenlijk een hele hoop. En ik denk, oh, dat nog. En kerstmis is helemaal mijn ding niet. Maar Draka, dat is mijn broer. Dus ik zei, oké. Geldgebrek en dat soort dingen. En OV-chipkaart werkt niet of zo. En hij zei, nou, dat maakt dan me niet uit, want dat laat ik even regelen. En inderdaad, ja, oké. En dan zat ik daarin. Dat was dus niet Drakenstein. Maar dat was ook ergens in Brabant. Vijandig, ja, laat me over ophouden, maar ook ergens door. Met rookverboden op de stations. Een geweldige avond gehad. Ik vond het zo fijn daar. Hè? En ik had voor iedereen cadeautjes meegenomen. Vond ik erg belangrijk. Want het is kerstmis. Kerstdinges. Iedereen een cadeautje. Ook hele kleine cadeautjes. Echt stomme cadeautjes. En ik had de hele tijd binnen gezeten in die woonkamer daar. En toen uiteindelijk liep ik de tuin in met zijn moeder. En toen heb ik in de tuin een checkje gerookt. En Draka die zei tegen mij, rook jij nog steeds? Ja. Ja, gewoon een beetje. Ja, ik was toen, ja, daarna ben ik gestopt met roken. Dat kan ik ook, hè. Maar als je nog rookt. Hè? Maar je kan de hele tijd stoppen met roken. Je moet altijd kunnen stoppen met roken op ieder moment. En als ik daar binnenkom en dan ruik ik gelijk dat er niet gerookt wordt. En dan rook ik ook niet. En trouwens, misschien rook ik wel helemaal liever niet in gezelschap. Huh? Ja, dan ben ik een beetje hartstikke stoned onder de nicotine of whatever. En de rest allemaal zo nuchter als wat. En daar heb ik misschien helemaal geen zin in. Ja, een glaasje witte wijn. Ja. Hoe zit hij? Knap van jou. Hij is helemaal niet knap. Hij kent het ook.
Hij weet precies hoe het moet. Een kwestie van overschakelen. Anyway, ik had dat overleefd. Ik heb ook op het station van... dus ergens in Bruin, zeg maar Bladel of zo. Dat je via Bladel moet je naar... Zeeland of zo. En dan heb je de Huppeltje Pup trein naar Nijmegen. En daar wil je ook niet wonen. En dan kan je doorstomen naar Arnhem en dan ben je thuis. Dat is allemaal goed afgelopen. En die haricots verts waren erg lekker. Dat lamsvlees was geweldig. Ik eet niet zoveel, dus het was wel zo dat er te weinig was. Maar ik eet niet zoveel. Ik proef even wat die dames klaargemaakt hebben. En ze... Die haricots verts waren perfecto. Erg lekker. Voor de rest is de hele familie zo gek als een deur. Maar dat is mijn familie ook. Dus dat schept weer een band. Tussen mij en Draka. Omdat ik erop toe kan zien dat hij langzamerhand volwassener wordt, net als ik. Ik heb tegen Draka een keer gezegd, toen ging die gokken. Ik heb vele wachten, die kon ik even gokken. En hij mapte er een paar guldens in, of euro's, even gokken. En toen zei ik tegen hem, erover nadenkend, lijkt het mij het beste dat ik jou adopteer. En toen gooide hij nog een keer 2 euro in die gokkast. Hij heeft er niks op teruggezegd. Hij is ook Draka. Een nadenkend mens. Anyway, ik had dat gehad. En dan word ik vervolgens gebeld door mijn moeder. Dat is een gouden verhaal. Mijn moeder is katholiek. En mijn katholieke moeder zegt tegen mij... Ja, de familie die moet bij elkaar komen. En ook de familie Winkel en de familie Bosman. En ik wil naar een bijeenkomst... en dan moet de familie Winkel zijn. En ga jij dat even regelen? Bij jou thuis. Ik was toen aan de suip. De vuilniszakken stonden opgestapeld in de badkamer. Bij wijze van spreken. Maar ook kleine slordigheden en dat soort dingen. En ik dacht van nou, als het moet. Ja. Maar ik kan wel, dan ruim ik de hele boel op en oké. Dan bel ik mijn tante Til... Mijn tante Til. Dan bel ik mijn tante Til. En ik begin met haar over het ding dat de winkelfamilie bij elkaar moet komen op verzoek van Wilhelmina Maria. Mister. Wilhelmina. Mister. Bosman. Dus Bosman is in het Indonesisch, hè? Is het orangutan. Dus Wilhelmina Maria orangutan. Het is een keuze van die mensen. Ik ken ze hoor. En van mij kunnen ze allemaal mijn rug op. Anyway, mijn moeder begon erover en ik met tante Til. Zij zei, ja mijn jongen. Ik ga toch niet meer met mijn verzuurde spieren helemaal naar Arnhem komen. En toen dacht ik, en toen hoorde ik een engeltje zingen. En toen zei ik, ja, maar als we het dan eens bij jou thuis doen. Oh, zei ze, dat is geen probleem. En ik regel dat allemaal. Want ik kan 2 dingen tegelijkertijd. Ik kan én vrouw zijn en verstandig.
Dus en manager en specialist. Ja. Dus een manager en specialiseren aan dingen. Dus, ja. Echt belangrijk. Dus ik regel dat. En ik denk, goh, hoe kom ik dan in Amstelveen? Want dan heb ik plotseling een probleem. Want mijn tante Til, die woont op de Zonnestein 126. Dat is een portiekflat, dus daar kan je toch niet inbreken. Maar Zonnestein 126, ik vind het is een mooi huisnummer. En de naam van de straat, die... Ja, dat is best een mooie naam. Maar hoe kom je dan weer thuis? Want ik dacht, ik ga toch echt niet koken? En dan nog naar huis rijden? No way. En dan Draka maar gebeld. En ja hoor, meneer kwam. Te laat overigens, het... Het is erg perfect geregeld, heel harmonieus. Ik had hem nog gebeld en hij was toen wakker, maar toen is hij weer in slaap gevallen. En dat kan gebeuren. En dan was hij vervolgens op tijd. Te laat dus. En toen heeft hij heel gek snel gereden over de A12 en de A2 en we waren toch... aangenaam iets te laat. Alles ging goed. Maar we zaten in die auto op de A12 en dan zei Dirk, mag er een muziekje op? En waarop ik tegen hem zei, sorry, het is jouw auto, dacht ik. Dus, dit is, ik denk niet dat ik iets te zeggen heb over welk muziekje jij op zit. En toen kwam... En toen kreeg ik, weet ik wel, was het van... Smells Like Teen Spirit. Dus van Nirvana. Gewoon de original. En dan mijn dochter... Die was dus netjes van huis opgehaald en zo. Alles hebben. Ze hoefde alleen maar mee naar tante Til, omdat haar oma een bijeenkomst wilde met de familie Winkel. Nou, dan komen die eerste klanken van Smells Like Teen Spirit. En mijn dochter gelijk... Want die herkent dat dan, hè? Dat is Nirvana, met die zelfmoordenaar. Kapot gemaakt door, wat is ook weer, die trut. Courtney Love. Die heeft onze Kurt Cobain even vermoord. Ja, indirect. Het leven is een geintje of zo. En ik hoor die tonen van het nummer. Oh, die dus. Ja. Ik zag die cd. Ik denk, oh, die. Oh, dat doen we. Ja, het goede speakers. Dus, dat klonk lekker. En dan mijn dochter. Is dit het origineel? Van de achterbank, hè? Is dit het origineel? En ik zeg tegen haar ja. Nou, zei Draka. Dat hoorde jij snel. Ja. En waarom ik dit vertel, is dat het gaat om het origineel. En het originele geloof komt
van de zuinige taal. En de rest is namaak. En iedereen wil origineel. Mijn dochter wil origineel. Ja, natuurlijk wil ze niet luisteren naar een cover van Smells Like Teen Spirit. Je wil het horen zoals het was. Ik wil ook helemaal nooit een cover horen van Station to Station van David Bowie. Zijn in mijn ogen de beste tranentrekker. Tearjerker. Ja, David Bowie was een koorknaap, was een kastraatzanger. Die mocht alleen maar met hoeren naar bed. Een soort Terminator. In de zin van voortplanting. Geen voortplanting, alleen maar idioterie. Maar dan toch nog. Station to Station van David Bowie is een tranentrekker. En als jij niet moet huilen, jongen, dan heb je veel te weinig psilocybine in je bips gestapt. Of cocaïne in je voortplantende neus. Kan je ook cocaïne in je oorgaten stoppen? En wat gebeurt er dan? Dat is ook slijmvlies. Slijmbal. Ik heb het over de 80-jarige oorlog. Je kan ook zeggen de achtenswaardige oorlog. De enige oorlog. De oorlog van ons tegen de overheden. De overheden die ons vertellen dat wij meer vitamine C, D, K, A, B12 en seks en dan toch weer minder en voorbehoedsmiddelen moeten hebben. En abortus is gratis. Alleen voor vrouwen. En het is altijd de schuld van de mannen. Dus een vrouw die laat even. Hè? Maar het is de schuld van de man natuurlijk. Huis, huis, herderstaf. En vrouwen zijn te stom voor woorden. Die hebben dat lef niet. Ja, vrouwen, als ze spreken, dan willen zij graag een eenheid kweken. Ik niet. Ik ben van Matthäus 7, vers 1. Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld worden. Dan hou je bek. Maar je moet wel oordelen. Kijk, ik ben een man. Mijn hachje is gekocht. Hè. Vroeger had ik de tarotkaart. En die heette De Dwaas. Tegenwoordig ben ik de gehangene. En wat krijgen we daarna nog? Ja. Ik ben benieuwd hoor, want ik ben nog niet dood. Nee. Hey, de 80-jarige oorlog heeft niet kunnen voorkomen
dat ik momenteel niet dood ben. En die kutkatholieken, klootzakken, de kakaka, kutkatholieke klootzakken, die kunnen mijn rug op. Allemaal. 98,98% van de wereldbevolking, dat zijn katholieke kutklootzakken. Met een wereldkerk. Oh, als we allemaal een houding aannemen. En dan gaan we, ja, als jij een beetje opzij gaat. Hè, en jij gaat daar staan. En dan doe jij zus. En dan blaas ik op mijn fluitje. En dan gaan we allemaal wat leuks doen. En dan wordt het pas echt leuk. Ja, you go. Piep. Nou, you go fuck yourself. Ik zou het doen, hoor. Gewoon neuken. Blijven neuken. Kijk, met neuken, ja, je weet niet waar het goed voor is. Maar het is wel lekker, toch? Ja. De meeste mensen hoor ik wel, nou, ik hoor niet veel positieve verhalen over neuken, maar ik hoor wel, ja, iedereen heeft van, ja, ik wil graag een keer neuken. En ik ken het eigenlijk of zo, van een seks. Dat je in het donkere oerwoud ingaat. Dat is toch opwindend of zo. Het oerwoud ingaan en er levend uit terugkeren. Ik kan neuken. Ja. Onan kon masturberen. Dan ben je ook van je kwakje af ter voorkoming van de prostaatkanker. Ja, doe een beetje normaal. Of laat je prostaat amputeren. Dat kan je ook doen. Een prostaatamputatie. Krijg je hem helemaal nooit meer omhoog. Ja. Ja, maar dan krijg je infecties van. Nou, niet echt. Nee, want ze kunnen je prostaat, kunnen ze met radioactief kobalt. Doen ze erop en dan heb je een bestralingsmasker. En dan weten ze precies, maken ze eerst een fotootje van waar de kanker zit of zo. Maakt niet uit. Je feinst gewoon een prostaatkanker. Je zegt gewoon tegen je huisarts, ik heb moeite met plassen. En hup, je krijgt gelijk zo'n ding erop. En dan kobalt 64 of 68, look it up, man. En tegenwoordig is dat weer vermoderniseerd. En dan moet je mezelf aan bekijken. Maar je kan je prostaatplant altijd amputeren. Dat is geen probleem, jongen. Daar overleef je wel, hoor. Je zakt als een plumpudding in elkaar, dat wel. Maar wel levend. Je bent wel een levende plumpudding. Ik ben mijn prostaatplant. Dat is wel gehakt bal. Vind ik met je. En dan weer een kopje koffie. Ja, dat krijg je dan. Ja, je hebt geamputeerde prostaten. Compleet weggechernobield. Ja, to Chernobyl. I Chernobyl. You Chernobyl. He Chernobyls. We Chernobyl, they Chernobyl, heb je al een? We have Chernobyled. Het is een regelmatig werkwoord. To Chernobyl or not to Chernobyl. Nou, dat moet je gewoon lekker laten doen. En laat je prostaat eventjes amputeren. Er komt geen bloed bij, kijk hoor. De hele onderboel gaat kapot en ja. Zoals Klaus Schwab zei van, ja, straks heb je helemaal geen bezittingen meer en dan word je pas gelukkig. En zo zeg ik, als je nu eventjes je prostaat laat bestralen met kobalt 64, heb je helemaal geen prostaat meer. Dan krijg je ook geen erectie meer.
En dan kan je geen vrouwen meer bevruchten. En dan word je gelukkig. En dan kun jij zeggen, ja, maar Perry, dat vind ik niet zo'n vrolijke boodschap. Nou, maar ik vind het wel. Ja, grappig. Je moet er best om lachen. Ja, van mijn prostaat blijf je af. Van mijn prostaat blijf je af. Maar, kijk, er zijn meer dingen wel. Bungee jumpen, hè? Dat doe ik ook niet. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet, als ik niet wil bungee jumpen, dat andere mensen niet mogen bungee jumpen. Ik zeg alleen, ik doe het niet. Of parachute springen. Ik doe het niet. Maar als andere mensen dat willen doen, ik wil geen verbod op parachute springen. Ik wil geen verbod op bungee jumpen. Ik wil geen verbod op vaccinaties. Ik wil geen verbod op vaccinaties. Als er mensen zijn die zich willen laten inspuiten met gepatenteerde materialen vanwege hun geloof, dan moet het kunnen. Want als je dat niet toestaat, dan krijg je zo dadelijk verplichting. En maar laat het maar gewoon toestaan. Ja? Als mensen dat willen, dat zeggen. Vaccinatie, dat mag. En als je gevaccineerd bent, dan mag je ook naar het suikerfeest komen. Maar je mag, denk ik, dan moeten we wel rekening houden. Want jij bent gevaccineerd en... Ja, en wij niet. En ja, misschien dan dat je dan dat we weten wie er gevaccineerd is, dat er wat kussentjes en dat je echt lekker zit. Want je hebt nogal wat aan de binnenkant gekregen. Hè? En dan aan de buitenkant al de suiker erin. Ik ben niet woedend. Ik ben geen vliegtuig. Ik ben niet gek. Ik heet geen Perry Winkle. Dat is alles. En dat is mijn excuus. En dat ik heel erg veel hou van mensen. Ook van die wasvrouw. Die niet wist wat ze roken. Al die bakjes stonden klaar. Het kaas. Ik had ook nog scrambled egg, was ik aan het voorbereiden. Dat is ook een goed idee, hè? Met je ei. En dan kwak sambal erin. En dan klussen. Net zolang tot het één grote slijmerige boel is. Dat het één kleur is geworden. En lekker laten staan. De rust. En dan die meuk in de koekenpan. En dan maken we scrambled egg. En daar heeft ze ook aan geroken. Maar dat ruikt ook wel lekker. Wat is dit? Ja, dat was scrambled egg. En zij beloofde mij over 2 weken hamburgers. En dan gaan we lachen. Ik denk niet dat zij overtuigd satanist is. Of... Haar gedrag is vreemd. Zij wordt aangestuurd. Zij is wellicht gecompartimentaliseerd. Wellicht. Maar ja, als ik zo'n lekkere spaghetti op tafel zet. Met komkommer en tomaat. À la oma.
mijn oma. En nou nog een keer konijn. En zonder meer, de komende vrijdag gaan we nasi goreng maken met kipfilet. Ja, daar kan ik ook wat trucjes mee uitvreten. Die kipfilet die wordt gemarineerd. Hè. In het zonnetje. Zon gemarineerde kipfilet. Met zoveel zuur erin dat er geen schimmel in overleeft. Maar die kipfilet wel. Krijg je erbij. Lachen, man. Ja. Iedereen heeft zijn eigen zaligheid te vinden. En dat begint met medelijden. En dat je blij bent dat het met iemand anders goed gaat. Hoor je mij? Want die wasvrouw die vroeg aan mij, hoe is het op je nieuwe baan? Ik zei, oh, dat is zo fijn. En toen draaide ze om als een blad aan de bomen. Ik denk dat zij aangestuurd wordt. En dat haar verteld is dat het belangrijk is dat ik mijn wegen elders ga zoeken. En als ik tegen haar zeg dat ik een fijne nieuwe baan heb, dan kan zij goed rapporteren. Seks hebben met haar, dat gaat hem niet worden. Die dagen zijn voorbij. Dat ik vrouwen mijn pik toevertrouwde. Maar ze is echt niet lelijk. Geen lelijke vrouw. Wel dik, man. Kom, zullen we lekker gaan afsluiten? En laat ons bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, geef ons heden ons dagelijks brood. En wij beloven u dat we dan niet zullen zeuren. Dat laatste is helemaal niet, want het is helemaal niet onze Vader. Dat was een grapje. En heel serieus bedoeld. Onze Vader, die in de hemelen zijt, geef ons heden ons dagelijks brood. Kijk naar de vogelen des velds. Zij maaien niet, zij zaaien niet. En ze zeuren niet. Mensen zaaien en maaien en zeuren. Vogels niet. Mensen zeuren. Copyright. Christ, Jesus, Bereshit, Bara, Elohim, Hashemayim, Haaretz, en tot de volgende keer. En jij gaat lekker slapen. Straks, of je slaapt nu al. En mijn hart woont.
waar jouw hart woont.